harte welkom op Weer de Vem Televisie. De uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Daar zijn we bij aangekomen. Vanavond dan zie je op Weer de Vem Televisie alle uitslagen voorbij komen. Uit Weert en Nederweert komt alles voorbij om ervoor te zorgen dat jij, als je thuis lekker op de bank zit, op de hoogte bent van hoe de gemeenteraad er de komende 4 jaar in Weert en Nederweert uit gaat zien. En hoe gaan we dat doen? We krijgen de uitslagen binnen. Daarvoor komt straks iemand gewoon hier de studio binnen gelopen. En die vertelt hoe het allemaal werkt en hoe de stemmen zijn verdeeld. We gaan interviews krijgen met mensen, politici uit de gemeente Weert en de gemeente Nederweert. En dat alles wordt aangevuld. En de avond loopt zoals die loopt. En het leuke is dat de eerste uitslagen wel al binnen zijn. Uit Weert en Nederweert. Gisteren en maandag zijn de eerste uitslagen binnengekomen. Want maandagochtend kon er al gestemd worden. En gisteren al de hele dag kon er gestemd worden. En die uitslagen die zijn al vanaf vanavond 7 uur geteld. Dus die zijn al allemaal bij elkaar. En dat betekent dat die dadelijk gewoon lekker op tv gebracht kunnen worden. En naar buiten mogen komen. Voordat het zover is, zijn we van een hoop dingen afhankelijk. Wanneer ze hier ook bij ons binnenkomen. En wanneer we ze mogen brengen, hè, want dan moeten we ook weer wachten tot de mensen die erover gaan vinden dat ze er iets over mogen zeggen. En tot die tijd, ja, dan blikken we gewoon heel eventjes terug. En dan begint denk ik die periode zo ergens november vorig jaar. In de periode worden de eerste kanttekeningen duidelijk. Welke partij, wie gaan er allemaal meedoen. En op Weer de Vem heb je daar ook een hoop van voorbij zien komen. Op Weer de Vem Televisie zag je kennismakingsinterviews met alle lijsttrekkers van alle partijen. Die gebeurden hier in de studio. Kwamen ze voorbij, vertelden ze wat hun ding was. Waarom moest je op hun stemmen? Wat hebben ze de afgelopen 4 jaar gedaan? Wat zijn ze van plan met de gemeente de komende 4 jaar? Die interviews zag je iedere vrijdagavond op Weer de Vem Televisie voorbij komen. En het leuke is dat we afgelopen maandagavond live vanuit het Muntheater nog 2 grote lijsttrekkersdebatten hebben gedaan. Waarbij dat de lijsttrekkers van Weert en Nederweert met elkaar de degens kruisten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op hun zouden gaan stemmen. En dat was interessant. In Nederweert merkte je toch wel dat er wel wat verschillen waren. Er was wel degelijk wat te kiezen. In Weert waren die verschillen wat minder. Merkte je toch dat er toch ook een hoop partijen waren die wel heel erg met elkaar overeenkwamen. En dat zal het verschil gaan maken vandaag. Wie is dan misschien het meest sympathiek op beeld overgekomen? Wiens hoofd zijn de mensen het meeste tegengekomen in de straat? Je hebt natuurlijk die grote kartonnen borden zien hangen. En alles wat daarbij bij komt kijken. En misschien is dat ook wel van invloed geweest op wie er gestemd is. Ik moet zeggen, toen ik vanmiddag zelf het stemhokje inliep, was het op Boshoeve. Kom ik zo op terug. Eerst schakelen we even naar Weert. Schakelen we naar burgemeester Raymond Vlekken. Dank voor uw komst alvast. Voordat we gaan starten met de uitslagen van afgelopen maandag en afgelopen dinsdag. Op iedere staattafel liggen een aantal blaadjes en wat potloden. U kunt gerust meeschrijven, kunt u ons controleren aan het eind van de avond. Even een aantal feitjes. In 2018 waren er 21.577 stemmen in Weert. Toen konden we dat nog delen door 29 zetels. En dat leverde een kiesdeler op van 744. In 2018 hadden we 40.413 kiesgerechtigden. Nu, in 2022, hebben we 41.561 kiesgerechtigden. En, zoals u allemaal wel weet, zijn we van 29 naar 31 zetels gegaan. Afgelopen maandag en dinsdag hadden wij een opkomst van 6.007 stemgerechtigden. Dus dat is een behoorlijk aantal al. Dan kijk ik even of de techniek klaar staat, want wat mij betreft kunnen we doorgaan met de maandag. En even voor uw beeldvorming, de maandag betrof de stembureaus het mobiele stembureau, het stadhuis, Sporthal aan de Bron, het Keenterhart, de zaal in Stramprooi
en Sporthal Boshoven. En om te beginnen, Weert Lokaal, 939 stemmen. Het CDA, 399 stemmen. De VVD, 379 stemmen. De Zweert, 578 stemmen. D66, 158 stemmen. De PvdA, 182 stemmen. En GroenLinks, 121 stemmen. Kijk ik naar mijn collega Lieke. Ja, want dan kunnen we ook meteen door naar de uitslagen van de dinsdag. En voor een groot deel waren toen eigenlijk dezelfde stembureaus open. Merkt het? Het geldt, dat was het stadhuis, Sporthal Aan de Bron, wijkgebouw Kinderhart, gemeenschapscentrum De Zaal, Sporthal Boshoven, het mobiele stembureau en op dinsdag was ook de drive-in bij de gemeentewerf open. En dan ga ik even kijken of wij ook de stemmen zo binnen hebben. Ja. Allereerst, Weert Lokaal, 1170 stemmen. CDA, 444. De VVD, 489. De Zweert, 630. D66, 165. PvdA, 177. En GroenLinks, 174. Dan hebben we voor vandaag het eerste stembureau ook al binnen. En dat is de kantine van DESM op Leuken. En ik wacht heel even op de techniek. En heel even nog voor de zaal. Wij presenteren nu wat er binnen is. Dan krijgt u van ons een tot nu toe totaaluitslag te zien. En daarna gaan we weer verder. En tussendoor zullen we die totaaluitslag natuurlijk nog een paar keer aanvullen. Dus je hoeft niet alles te onthouden. Kijk, daar is die. Zoals gezegd, de kantine van DESM. Weert Lokaal, 121 stemmen. CDA, 20 stemmen. VVD, 31. Dus, 24. D66, 13. PvdA, 8. GroenLinks, 10. De eerste uitslagen die nu binnen zijn uit Weert. Toch wel wat opmerkelijks laten zien. Want de coalitie vorig jaar, de afgelopen 4 jaar, Weert Lokaal was de grootste. En dat lijkt met de komst van de eerste uitslagen, lijkt dat nu inderdaad dan toch weer de grootste te zijn. Hè, moet wel gezegd worden, bijvoorbeeld in Weert moeten er volgens mij nog 30, 32 stembureaus binnenkomen. Ze kan nog heel veel veranderen, maar Weert Lokaal lijkt bij die eerste wel de grootste. Alleen vind ik verrassend, dus Weert, die hebben een hele grote stap gemaakt. Gaan het CDA voorbij in de eerste uitslagen? Gaan de VVD voorbij in de eerste uitslagen? En lijken voorlopig de tweede partij te zijn in Weert. En dat is wel heel erg interessant. En ook de eerste uitslagen uit Nederweert komen langzaamaan binnen. En zometeen dan komt er hier iemand bij de studio binnenlopen voor wat extra duiding. Daar lijkt het CDA nu met de eerste uitslagen die binnen zijn bovenaan te staan. En volgt de rest later. Daar gaan we dus allemaal achter komen vanavond. En dat is wel het leuke aan de uitslagenavond. Hoe het snel kan gaan. En hoe blijkbaar dus bijvoorbeeld in Weert, dus Weert de afgelopen maanden, jaren hard aan de weg heeft getimmerd. En wellicht, en dat is helemaal interessant na vandaag, als zij zoveel stemmen binnenhalen, om inderdaad dan ook mee te gaan praten en het beleid te gaan voeren in het Weerteland. Nou, voor het zover is, moeten er dus nog heel veel uitslagen binnenkomen. En al die uitslagen die volgen één voor één voor één voor één. En als we weer wat binnenkrijgen, dan gaan we dat hier natuurlijk in de uitzending ook laten zien. En we voegen er interviews aan toe. Mensen die we interessant vinden, waar ik graag eventjes mee in gesprek ga om eens te kijken van hoe is het?
Hoe is het nou met die persoon? Hoe is het nou met de politicus? Hoe is de afgelopen dagen? Hoe hebben we die beleefd? Was het spannend? Waren er veel mensen aanwezig? Heb je veel mensen nog kunnen spreken? Ben je nog met mensen in discussie moeten gaan? Waarom moet ik op jou stemmen? Wat is er interessant? En dat vind ik gewoon leuk om dat dan aan de politici te vragen. Daar gaat allemaal voorbij komen. En ik was net in een verhaal bezig. Ik vertelde in Sportal Boshoven. Daar mocht ik vandaag gaan stemmen. Ik woon in Boshoven, dus ik ging daar naar binnen. En het was leuk rond lunch. Dus de mensen in het stemlokaal zeiden ook. Oh ja, gezellig. Komen mensen ertoe. Iedereen kan een boterhammetje eten. En iedereen loopt het stemlokaal in. Dat gebeurde ook. En daar mocht ik mijn bolletje invullen. En ik vind het ieder jaar toch wel bijzonder interessant om me dan ook van mijn in die zin beste kant te laten zien. Hè? Stemmen is een recht. We merken nu tegenwoordig ook dat vrijheid helemaal geen vanzelfsprekend iets is. En dat we dat dan in Nederland kunnen en mogen stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen. We mogen stemmen voor de Provinciale Staten en zoals dit jaar, we mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. En de afgelopen periode, ik heb heel veel mensen gesproken, ben met heel veel mensen politici in contact geweest. En dan krijg je ook reacties van mensen die dan beelden hebben gezien en die zeggen dan, ja maar Jeroen, waar stem ik nou op? Waarom doe ik dit? Nou, en dan kom je er toch achter, dat stemmen, dat doe je niet voor niks. Die gemeenteraad die beslist stiekem best wel veel en er wordt ook steeds meer, wat eigenlijk vroeger altijd in Den Haag gebeurde, wordt er nu bij de gemeenteraden neergelegd. Denk bijvoorbeeld aan de zorg. Heel veel zaken die op zorggebied lagen in Den Haag, die zijn terechtgekomen bij mensen in de gemeenteraden in de verschillende gemeentes. En die moeten zelf de boontjes gaan doppen. Denk bijvoorbeeld aan de jeugdzorg. De jeugdzorg was iets dat werd centraal geregeld. En dat kan tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig wordt dat geregeld in de gemeenteraad. En de gemeenteraad bepaalt dus per direct hoeveel geld gaat er van ons budget naar de jeugdzorg toe. Maar het gaat natuurlijk ook verder dan dat. Hè? Bij ons op Boshoven was de rioolafvoer vreselijk. De gemeenteraad is in gesprek gegaan en die hebben ervoor gekozen dat er budget is vrijgemaakt om dat riool fatsoenlijk te maken. Nou ja, die dingen komen voorbij en dat hoort dus onder het takenpakket van de gemeenteraad. Het gaat natuurlijk veel verder dan het riool of een stoepje aanleggen of de jeugdzorg. Maar toch om aan te geven dat er wel degelijk iets te kiezen is. En dat je ergens op kiest. De grap is dus dat in Weert, ja, er valt wel wat te kiezen. Alleen de verschillen zijn heel klein. De afgelopen 4 jaar mogen we ook heel eerlijk zijn op wat kleine dingetjes na in het gemeentehuis. Is het redelijk rustig geweest? En hebben ze in het gemeentehuis redelijk vaak met elkaar de juiste weg kunnen vinden, weinig clashes. En in Nederweert is dat natuurlijk wel anders. En dat vind ik ook wel een interessante. Want dan heb je natuurlijk deze week, vlak voor de verkiezingen, is daar het hele gebeuren rondom de erfgoedcommissie. Heeft daar een stroomversnelling gekregen. Een van de wethouders in Nederweert, Ria Stine, kwam daarin naar voren van partij Nederweert Anders. Daar stond zij dit jaar bovenaan de lijst. En wat ik wel interessant vind is, zou dat nou ook zijn effect hebben op de uitslag van de verkiezingen in Nederweert? Nou, dat zijn dingetjes die ben ik dadelijk allemaal voor gaan vragen en ben ik benieuwd naar. Daar gaan we vanzelf achter komen. Ondertussen zie je inderdaad in Weert 35% Weert lokaal. Het CDA 14%, VVD 14%. Dus Weert, nu dus de tweede partij in Weert met de uitslagen die binnen zijn, 20% van de stemmen. D66 en PvdA delen 5, 6 en 5% met GroenLinks. En daarmee gaan we straks dus zien wie kunnen er al nu langzaamaan een beetje met elkaar wat coalities gaan vormen. In Nederweert zie je de uitslagen ook voorbij komen. 38% CDA, ik vertelde het net al, dat lijkt dan voorlopig met de uitslagen die binnen zijn de grootste partij. Het jongerenakkoord Nederweert met Marcel Vossen voorop, 25%. D66 zit op 11%, Nederweert anders 9%. VVD, Jorik Fransen voorop, 8%. Hart voor Vrijheid, een nieuwkomer, 2%. En GroenLinks, nog een nieuwkomer in Nederweert, die heeft voorlopig 6% van de stemmen binnen. Nou ja, dat zijn voorlopige uitslagen. Waarom zeg ik voorlopig? Vanaf maandag kon er gestemd worden. Op het moment dat er moest besloten worden van, joh, hoe gaan we dat nou doen? Hè? Hoe gaan we er nou voor zorgen dat mensen netjes en veilig kunnen stemmen? Toen zaten we nog midden in de coronaperiode. En in die coronaperiode kon je natuurlijk niet alles zomaar op dezelfde manier door laten gaan.
En je moet er niet aan denken dat op het moment dat wij boven in de piek zaten, je met alle stemgerechtigden uit Weert en Nederweert een stemlokaal in had gemoeten. En daarom hebben ze gezegd, toen, we gaan er 3 dagen voor uittrekken. Nou, die 3 dagen die zijn uitgetrokken. Inmiddels heeft de realiteit ons ingehaald dat die maatregelen van toen er niet meer zijn. Maar doordat we over 3 dagen verspreid hebben kunnen stemmen, mocht er vanaf vanavond 7 uur wel al de eerste stembureaus geteld worden die de afgelopen 2 dagen open waren. En dat was leuk. En dan zie je dus dat de eerste uitslagen zo nu al om 20 minuten over 10 zo binnendruppelen. En dat is leuk. Ik ken ook een aantal mensen om me heen die mee hebben mogen kijken met het stemmen tellen. Mensen die in een stemlokaal aanwezig zijn geweest. En wie ook zeker in een stemlokaal aanwezig is geweest, is Martijn van de Heuvel. Martijn, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Hey, jouw eerste vraag. Ben je vandaag, gisteren of maandag gaan stemmen? Ik ben vanmorgen gaan stemmen, inderdaad, ja. En waar ben jij, waar heb jij je stem uitgebracht? Woensdag ben ik gaan stemmen. Waar heb jij je stem uitgebracht? Bij de voetbalclub op Laar. En was het druk? Nou, het was, het liep lekker door daar, moet ik zeggen. En dan komen die eerste uitslagen vanavond binnen, net op het podium. We hebben ze mee zitten luisteren. En dan blijkt toch, met het eerste wat nou binnenkomt, weer het lokaal, weer het grootste. Ja, het is natuurlijk na de aanloop op zo'n dag best wel spannend natuurlijk. Omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Maar als je zo de eerste uitslagen van de maandag, dinsdag en volgens mij 3 stembureaus ziet. Dan ben ik een tevreden man tot nu toe in ieder geval. Wat zegt het? Wat voor gevoel geeft het jou dat dit nou zo naar voren komt, behalve tevreden? Een heel trots gevoel tot nu toe. Maar ja, ik wil nog een beetje voorzichtig zijn, want er moeten nog een aantal stembureaus komen natuurlijk. Maar ja, de maandag en dinsdag zijn toch 6.000 stemmen verdeeld. En als je ziet dat Weert Lokaal op dit moment dan ongeveer 1/3 van die stemmen mag ontvangen van de inwoners. Ja, dan maakt me dat wel trots. Het is natuurlijk moeilijk als grote partij om dat te evenaren. En zeker natuurlijk, en dat heb je mij in het interview ook al een keer gevraagd, met de lijsttrekker van de vorige keer. Ja, dat was inderdaad naar mijn volgende vraag. Was je niet stiekem toch een heel klein beetje zenuwachtig met, joh, hoe zal het uitpakken? Ja, ik was heel erg zenuwachtig natuurlijk. Ik bedoel, ik ga Geert niet even naar. Hè. Geert Gabel is natuurlijk onze vorige wethouder met meer dan 4.000 stemmen. Dat zijn 5 zetels die hij in zijn eentje heeft gehaald. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat we een hele mooie lijst hebben. Dus ik had de hoop dat we in ieder geval de grootste zouden blijven. Nou, dat lijkt er wel op dat gaat gebeuren. Dus die doelstelling is in ieder geval al bereikt. Het is heel bijzonders gedaan de afgelopen weken, maanden, om toch in de publiciteit te komen. Om toch bij die inwoner van Weert terecht te komen. Ja, gewoon volle bak campagne gevoerd natuurlijk naast het wethouderschap. En dat hebben alle andere kandidaten op de lijst, we hadden er 44 ook gedaan. En ieder op zijn eigen manier. De ene wat meer met social media, de andere met persoonlijke brieven. De andere door gesprekken te voeren aan de deur. Dus ik ben heel trots op alle kandidaten die bij ons op de lijst staan. En morgen weten we eigenlijk pas welke kandidaten straks ook in de gemeenteraad komen. Dat maakt het nog wel extra spannend na deze avond straks. Jullie inderdaad een beetje bijzonder, hè? Bij jullie kijken in totaal hoeveel zetels hebben jullie en dan ga jullie gewoon turven wie heeft de meeste stemmen gehad en dan het aantal mensen dat komt in de gemeenteraad. Ja, bij ons is puur democratisch, de meeste stemmen gelden, dus als de nummer 23 meer stemmen haalt dan de nummer 3, dan komt de nummer 23 er bij ons in. Leuk zeg. Hey, wanneer sta jij boven op de tafel dadelijk? Ja, ik heb gezien dat niet altijd het juiste effect is als je boven op de tafel gaat staan na een overwinning. Dus ik twijfel nog. Maar hoeveel mensen van Weert Lokaal zijn jullie aanwezig in het stadhuis? We waren met 44 kandidaten. Ja, er zit wat aanhang tussen. Dus ik denk toch wel een man of 80 dat we hier staan. En ook de andere partijen. Hè? Ik bedoel, het staat lekker vol hier in het stadhuis. Nou, heerlijk. Hey, ik zou zeggen, maak er een hele leuke avond van. En op het moment dat jullie straks de grootste partij zijn, dan spreken we elkaar straks nog een keertje. En dan drinken we er een klein drankje op. Goed, dankjewel Jeroen. Dat is goed, tot straks. En zo hebben we Martijn van de Heuvel als eerste. Ja, dat is toch leuk. Die mensen die zitten in het stadhuis, die worden af en toe bij ons voor de camera getrokken. En die geven dan een korte toelichting op wat er al bekend is. Ik was net aan het vertellen dat de eerste uitslagen dan zo langzaamaan binnendruppelen.
En iemand bij mij in de studio is binnengekomen. Dat is Lars van der Werf. Onze eigen Lars. Lars is onze data analyst, specialist. Weet precies hoe alles werkt. En Lars, jij kon mij iets vertellen. Zeker Jeroen, we hebben net al de uitslagen gevolgd, live vanuit het gemeentehuis in Weert. En de uitslagen komen hard binnen, zowel vanuit Weert als vanuit Nederweert. Momenteel tellen we al rond de 18% van opkomst voor Weert. 38% ondertussen al voor Nederweert, dus het gaat aanzienlijk hard. Laten we eventjes kijken naar de uitslag van Weert op het moment. Als we kijken naar de verkiezingen en dan pakken we 2018 en 2022 samen... zien we dat er al wat verschuivingen plaatsvinden. Op Weert lokaal gebied is het vrij klein. We gaan van 35% naar 36%. CDA, kleine afname. 5% gedaald, 5% punten. VVD blijft ongeveer gelijk, maar dus Weert 11% stijging. Moet er wel dus gezegd worden, het aantal stembureaus is nu nog relatief klein. Dus de verhoudingen kunnen nog enorm springen. En voor de rest zien we dat het redelijk gelijk blijkt. Als we nou even kijken naar een voorzichtige zetelsprognose, maar daarbij echt de term zetels... laten we daar even naartoe gaan. Dan zijn dit de zetels als we de kiesdelen baseren op wat er nu geteld is. En als je dan ziet, is dat dus weer ongeveer verdubbeld. Weert lokaal een kleine afname, CDA ook 2 zetels omlaag. En voor de rest blijft het ongeveer gelijk. Maar goed, er zijn nog meer dan genoeg restzetels te verdelen en heel veel stemmen te tellen. Dus voor Weert is dit momenteel de stand van zaken. Kun je uitleggen wat een restzetel is? Zeker. De restzetel die is momenteel gebaseerd op een aantal stemmen. Het aantal stemmen wat wordt uitgebracht wordt gedeeld door het aantal zetels dat beschikbaar is. En in Weert is dat toegenomen van 29 naar 31. En dat komt omdat er meer inwoners zijn in Weert. Zijn we verplicht om meer zetels in de gemeenteraad te zetten. En de zetels worden verdeeld op een basis. En die basis is het aantal stemmen wat wordt uitgebracht gedeeld door het aantal zetels. Mm-hmm. En daar worden die in eerste instantie over verdeeld. En straks op het einde, als alles geteld is en alles zeker is, dan wordt er op een bepaalde formule toegepast en gekeken, als we dan gemiddelde nog gaan toepassen op het aantal stemmen wat op die restzetels beschikbaar komt, dan worden die verdeeld over de laatste partijen. Dat is precies wat slimme mensen doen en wat pas veel later is. Ja. Voorlopig is dit ongeveer de tussenstand, maar ik twijfel niet aan dat er nog veel gaat veranderen. Dit is in ieder geval de stand vanuit Weert van het moment. Dat is goed. En krijgen we dadelijk dit van Nederweert ook nog? Zeker. Een paar minuutjes, dan ben ik bij je. Nou, helemaal tof. Helemaal goed. En wij gaan meteen doorschakelen. Heerlijk. Wij schakelen door naar Nederweert. Daar zit namens een nieuwe partij in Nederweert. Doet voor het eerst in de geschiedenis daarmee. GroenLinks, Marieke Manders. Hallo. Hallo Jeroen. Hey, nou, we spraken elkaar maandag nog op tijdens het lijsttrekkersdebat. Inmiddels zijn er 2 dagen voorbij. Hoe waren de afgelopen 2 dagen? Ja, voor mij persoonlijk bijzonder, Jeroen, want ik heb ook een zieke vader. Dus ik ben even naar mijn vader geweest, ook nog op mijn verjaardag. Dus het kwam allemaal een beetje samen. Maar we zijn net met de groep van Weert en Nederweert lekker een hapje wezen eten hier in Nederweert. En we hebben genoten van elkaars gezelschap en elkaar succes gewenst op onze eerste uitslagenavond. Ja, en dan loop je vanavond Sportcentrum de Bengelen in, want daar zit iedereen in Nederweert samen. En dan komen zo net de eerste uitslagen binnen. En dan blijkt het toch dat er mensen zeker op jullie gestemd hebben. Ja, dat zal jou misschien verrassen, Jeroen, maar ik hoop er al een beetje op. Hoe is dat? Het is natuurlijk allemaal zijn voorlopige tussenstanden die we nu zien. En als de inwoners van Nederweert graag willen dat wij onze stem laten horen in de gemeenteraad, dan zijn we er klaar voor. Dus, maar het is aan de kiezers uiteindelijk. Ja, dus. Ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n eerste keer dat je dan ook daadwerkelijk ziet dat er mensen het bolletje rood hebben gekleurd bij GroenLinks. Dat moet toch ook wel trotsgevoel geven, of niet? Nou, ik zal je zeggen, ik kreeg net mijn eerste fotootje toegestuurd van iemand die mijn bolletje rood had gekleurd. En dat was inderdaad wel heel bijzonder, want zelf durfde ik geen foto te maken. Ik dacht dat je niet mocht fotograferen in het stemhokje. Dus, maar dat is heel erg leuk. En waar ik vooral heel erg van geniet is van het team. Het is voor ons allemaal nieuw. Hè? We zijn allemaal gewoon vanuit het niets hieraan begonnen. Het was voor ons allemaal één groot avontuur. En we zijn zo'n ontzettend sterk team geworden en we genieten gewoon ook heel erg van elkaar en we zien het verder wel wat het gaat heerlijk brengen. Heerlijk zeg. En, we hebben niks te verliezen, hè, dus dat is best een luxe positie. Nee, zeker ja. Hebben jullie de afgelopen dagen nog iets bijzonders gedaan om een beetje in de picture te staan? Ik geloof dat onze campagneleider vanochtend nog geflyerd heeft in Groenewoud, als ik me goed herinner.
Het hoogtepunt van ons was eigenlijk afgelopen zondagmiddag. Want toen kwam Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet helemaal naar Weert. En die heeft met ons in de wijk Molenakker verkiezingskranten rondgebracht. En aan mensen gevraagd inderdaad of ze gingen stemmen. En of ze nog een boodschap voor ons hadden voor de lokale politiek. En dat was heel bijzonder. Ja, dus dat was ook echt een hoogtepunt voor ons. Ja. Oh, heerlijk zeg. Nou, ga lekker vooral genieten vanavond. Van de bevestiging dat er mensen inderdaad zitten te wachten op de GroenLinks-gedachte in Nederweert. En wie weet spreken we elkaar vanavond nog even als er al nog meer duidelijk is. Goed? Helemaal goed. Jullie ook succes. Leuk, Marieke. Dankjewel. Dag. En dan, Lars, zie ik jou dat jij terug bent gekomen. Heb je Nederweert toevallig? Dan weet je inderdaad precies waar we het over gaan hebben. Dat zijn inderdaad de uitslagen van Nederweert. Marieke hadden we net al aan de lijn van GroenLinks. Nou, laten we eens even kijken wat daar precies gebeurd is. Ondertussen hebben we ongeveer de helft van de stembureaus al iets van ontvangen in Nederweert. Dat is aanzienlijk snel. Zo, ja. 31% opkomst tot nu toe. Nou, vergelijk dat ergens in de getallen in de 50% van vorig jaar. Dus het gaat al rap. Mm-hmm. Laten we eens even kijken wat daar precies gebeurd is. We vergelijken 2018 en 2022 met elkaar. Links 2018, rechts 2022. GroenLinks zien we aan de rechterzijde inderdaad verschijnen. 6% van de stem is momenteel al voor GroenLinks. Nou goed, voor een nieuwe partij, althans in deze verkiezingen van de gemeenteraad. Aanzienlijke stijging, ook Hart voor Vrijheid. Eerste keer in Nederweert, doet voor die 3% mee. Een kleine afname zien we in CDA, in Jan. Een grotere afname in Nederweert anders. Opvallend tot daar bijna 8% van de totale stemmen die tot nu toe zijn uitgebracht weg zijn gevallen. En voor D66 ook een kleine stijging. Even een kleine prognose, nogmaals voorzichtig richting de zetels. In Nederweert is het aantal natuurlijk anders. Daar liggen 17 zetels. CDA blijft daar grofweg gelijk met de huidige stand van zaken. Jan neemt een beetje af. Nederweert anders verliest toch 2 zetels op 17. D66, VVD blijven gelijk. En er zijn 3 restzetels. En dat komt simpelweg omdat deze partijen rechts, Hart voor Vrijheid en GroenLinks, tot die nog niet de kiesdrempel hebben gehaald. Die is essentieel om zetels te krijgen. Okay. En die zullen we pas zien op het eind van de stemming en ook wanneer de stemming de komende dagen definitief wordt. Dus als zij niet een minimale aantal stemmen halen, dan kunnen we het er nu nog niet bij rekenen. En worden die 3, als zij dat minimale aantal niet halen, worden die 3 later verdeeld over de andere partijen. Exact. Er zijn straks, maar dat is nogmaals met de stand van zaken van nu, 3 restzetels. Die restzetels worden verdeeld op een berekening, namelijk op het gemiddelde per stemmer, dus wie het meeste gemiddelde haalt per zetel die erbij komt. Nou, die komen er straks bij, maar daar valt nu eigenlijk nog helemaal niks van te zeggen. Zeker omdat dit nog kan gaan bewegen over de komende tijd. Even een kleine stap vooruit. De zetelverdeling, we hebben hem over de jaren erbij gepakt. Dit was 2014. Het zijn 17 zetels in totaal die Nederweert te verdelen had. Nou goed, toen dat tijd hadden we nog 2 partijen. Laten we even gaan naar 2018. Hebben we andere partijen die al meedoen, namelijk Nederweert anders, maar ook D66. De verdeling zat toen zo. En eigenlijk is het nu de vraag, hoe zit de verdeling nu? En die verdeling, nou goed, we hebben daar dus 3 witte zetels. Dat betekent de restzetels die we nu niet kunnen bepalen. Maar we zien dus ten opzichte van 2018 toch vrij weinig gebeuren ten opzichte van de partijen zoals Jan, waar dan hoogstens 1 zetel verdwijnt. Ja. En dat is eigenlijk de stand van zaken op het moment. Later in de avond kunnen we ook iets gaan zeggen over een meerderheid die bijvoorbeeld gaat ontstaan. Nou, duik jij snel terug in de cijfers. En zodra je meer hebt, dan zien we je heel graag hier terug in de studio. Gaan we dan. Om meer te duiden. Dankjewel, Lars. Tot zo. Ja, super. Het is toch heerlijk om intern iemand te hebben die zoveel weet van cijfertjes en wat hij ermee moet doen. En Lars, die zien we strakjes weer terug. Mocht je nog een leuke naam hebben voor Lars als Herman de Scherman, kun je dat altijd whatsappen naar WeerdFM. Ons nummer staat altijd open voor berichtjes te sturen. 0495-450505 kun je altijd een berichtje naar sturen. En wat ik opmerkelijk vind, is als ik kijk dus naar de uitslag uit Nederweert, en ik benoemde het net al aan de voorkant, dat Nederweert anders toch wel degelijk nu wat stemmen lijkt te gaan verliezen. En waar ligt dat dan aan? Dat is een hele interessante. Heeft dat te maken met de kwestie van de afgelopen weken? Hebben mensen alleen op de afgelopen dagen zijn ze alleen op de afgelopen weken afgegaan en hebben ze misschien daaraan hun conclusies getrokken? Zit Nederweert misschien niet meer te wachten op een ander geluid en willen ze misschien gewoon het geluid horen zoals dat de afgelopen jaren is geweest? Wie het weet mag het zeggen, en dat is het leuke aan de verkiezingen. Het is super onvoorspelbaar. Inmiddels zijn Sportal de Grenslibel in Stramprooi, Sportpark op Den Das
in Altwerd rijden en ook Zwartbroek al geteld. En komen daar langzaamaan de uitslagen van binnen. Zodra die ook in beelden samen te vatten zijn, dan zie je Lars dadelijk hier gewoon weer terug in de studio. Het zijn dus de uitslagenavonden. Langzaamaan druppelt alles binnen. Je moet je voorstellen, maandagochtend kon er begonnen worden met tellen, met stemmen. Die stemmen die zijn uitgebracht tot en met vanavond 9 uur. Alleen alle stemmen van maandag en van dinsdag die zijn vanavond al geteld, want die mochten vanaf 7 uur geteld worden. En het leuke is, bij het tellen van die stemmen, daar mag je bij aanwezig zijn op een aantal plekken. Bijvoorbeeld op het stadhuis in Weert. Daar zijn dan de grootste aantallen, die zijn daar beschikbaar. Daar zijn de meeste stemmen uitgebracht. Daar kun je dus bijvoorbeeld nu nog gewoon naar binnen lopen en zeggen, hey hallo, ik wil graag even kijken. Je mag niet kijken naar wat er is ingevuld. Je mag wel kijken of het eerlijk gebeurt of mensen niet toevallig een stembiljet aan de kant leggen op een plek waar geen stapeltjes worden geteld. Of mensen niet stiekem ergens een rood bolletje zelf bij krijgen. En dat is het mooie aan de verkiezingen. Je mag daar gewoon dus bij aanwezig zijn. Je kan je ook aanmelden. En ik begreep, zo rond zo'n verkiezingen, zo rond zo'n periode zoals we nu inzitten, bijvoorbeeld in Weert, zijn er meer dan 250 mensen 3 dagen lang in touw geweest om al die om al te zorgen dat iedereen kan stemmen. Ik vertelde straks al, ik was gaan stemmen in Sporthal Boshoven en het leuke daar was, je kon daar dus gewoon, er zaten 3-4 mensen en tafeltje 1. Laat je stempas zien, ID-kaart, oké, wordt gecontroleerd, prima, je bent welkom. Tafeltje 2, krijg je je stembiljet, hartstikke gezellig. En bij tafeltje 3 kreeg je een potlood. En ook qua potloden, ik begreep van een van de mensen bij de gemeente Weert, dat er in Weert meer dan 30.000 potloden zijn besteld om iedereen maar met een ander potlood de stem uit te kunnen laten brengen. En niet dus constant maar hetzelfde moeten gebruiken, want ook dat is corona. Daarvoor zijn we aan, daar zijn we inmiddels een beetje aan gewend geraakt. En het mooie was, een man voor mij in de rij bij Sporthal Boshoven, die vroeg, mag ik alsjeblieft mijn potlood meenemen, want het is mijn eerste keer stemmen. En dat vond ik heel, heel schattig. Wij gaan even schakelen en we gaan schakelen naar het gemeentehuis in Weert. En dan schakelen we naar Bas Schoenmaker, nummer 2 van de Partij van de Arbeid. Bas, hallo! Hallo Jeroen. Hey, vertel eens, hoe is zo'n eerste uitslagenavond? Want het is jouw eerste keer op de lijst, hè? Ja, zeker. Eerste keer. Ik denk dat het nou best redelijk gaat. We gaan beter dan 4 jaar geleden. We hebben net uitslagen van Zwartbroek terug. En daar woon ik zelf. En we hebben 40 stemmen in Zwartbroek. Daar zijn we de 4e partij mee. Maar we hebben nu als PvdA hebben meer stemmen in Zwartbroek dan dat we landelijk hebben gekregen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus ik denk dat dat hartstikke goed nieuws is. Kunnen we dat het Bas Schoenmaker effect noemen? Misschien wel. Ik hoop het. Misschien een beetje. Ik denk het wel. Nummer 2 wat heb jij gedaan? Want het verschil tussen jou als nummer 2 op de lijst qua leeftijd en de nummer 1, Leon Heuvelmans, is natuurlijk wel aanwezig. Hè? Heb jij dingen anders gedaan dan andere mensen bij jullie in de partij om een beetje onder de aandacht te komen? Ik weet het niet. Ik denk dat we wel redelijk dezelfde aanpak hebben gehad, maar dat je iets andere mensen aanspreekt. Op Facebook actief geweest en gewoon, ik denk dat hoe je overkomt vooral anders is. Hoe hebben mensen in jouw omgeving, mensen van jouw leeftijd, vrienden, familie, erop gereageerd dat jij nu zo aanwezig bent en dat er ook op jou gestemd kan worden? Vonden ze het leuk? Vonden ze het spannend? Super gaaf, de meeste mensen. Ik denk dat veel mensen het belangrijk vinden dat de gemeenteraad ook een beetje een afspiegeling is van de hele bevolking. En dan is het fijn dat er ook jongeren op de lijst staan. Ja, van de PvdA hebben we dan op 2 andere partijen hebben ook een paar jonge mensen erop staan. En ik denk dat heel veel mensen erin geloven dat, ja goed, jongeren interesse hebben in politiek, geef ze een kans. Ja, leuk man. En zo'n eerste uitslagenavond nu en de eerste verkiezingen waaraan je zo aan meedoet. Ben je heel erg een spons geweest die van alles heeft meegepakt, opgevangen? Of was het ook al meteen, ja, maar ik heb ook wel ideeën, ik kan ook wel andere dingen dan alleen maar luisteren? Nou, ik draai al een
een jaartje mee gewoon bij de commissie, de voorbereiding van de gemeenteraadsvergaderingen. Dus daar had ik al het een en ander gedaan, maar het is wel heel leerzaam geweest. En als ik kijk, 4 jaar geleden waren de gemeenteraadsverkiezingen de eerste verkiezingen waar ik gewoon mocht stemmen überhaupt. En 4 jaar later kan ik mijn eigen naam aankruisen. Dat is wel heel, heel gaaf natuurlijk. Ja, dat geloof ik. Ik wens jou heel erg veel plezier vanavond. Ga er vooral van genieten. En als het zo doorgaat, dan kunnen we jouw medewerkerspasje bij de gemeente alvast bestellen, toch? Ik hoop het. Als het zo doorgaat, dan moet dat lukken. Hey Bas, misschien spreken we elkaar strakjes nog. Dankjewel en maak er een hele leuke avond van. Yes. Dank je. Ja, leuk. En zo zie je dus ook dat hele jonge mensen op de lijst staan en dat daarop op gestemd kan worden. Bas Schoenmaker, dus inderdaad nog heel jong. In mijn hoofd, ik zeg even 21 jaar uit. En in Nederweert weet ik bijvoorbeeld, bij GroenLinks staat een jongen van 18 op nummer 2. En dat betekent toch wel, de jeugd heeft de toekomst. He, roep ik hier bij Weer de Vem ook altijd, jongens. De jeugd heeft de toekomst. 29 is nog gewoon de jeugd. Weert Lokaal in Weert heeft op dit moment 36% van de stemmen binnen. CDA 13%. VVD iets groter dan het CDA, 14%. Dus Weert lijkt dus op dit moment de tweede grootste partij van Weert te worden. Hebben 20% van de stemmen binnen. D66 6%. Partij van de Arbeid ook 6%. En GroenLinks zit op 5%. De uitslagen in Nederweert op dit moment. 37% van de stemmen gaat naar het CDA. Die lijken daarmee de grootste te zijn. Het jongerenakkoord Nederweert 24%. Nederweert anders 9%. D66 met Martin van Montfort stijgen naar 14%. De VVD 9%. Hart voor Vrijheid stond straks nog op 2%. Hebben nu 3% van alle stemmen binnen. En GroenLinks in Nederweert zit op 6%. Interessant om te weten. Niet altijd hoeft het te betekenen dat de grootste partij ook in de gemeenteraad en de coalitie gaat zitten. En je hebt de coalitie en je hebt de oppositie. Coalitie zijn de partijen die samen de lijnen gaan uitzetten. En die zoeken daar tot net zoveel mensen bij elkaar zijn dat ze een meerderheid hebben van alle raadszetels. En dan heb je ook nog een oppositie. En die proberen af en toe ook gewoon hun ding door te draaien. Alleen daar hebben ze dan later meer moeite met een meerderheid te krijgen. En het leuke is, in Nederweert heeft het afgelopen jaar de grootste partij, het CDA, niet in de coalitie gezeten. Daar werd de coalitie uiteindelijk gevormd door het jongerenakkoord Nederweert, Nederweert Anders en D66. CDA was de grootste partij in de oppositie. Nu blijkt dus weer met 37% van de stemmen op dit moment geteld. Dat zij de grootste partij lijken te zijn. En heel interessant wordt het dan, gaan ze dit jaar wel in de coalitie zitten? Of wordt het weer vanuit het oppositiebankje oppositie voeren tegen wat de coalitie gaat voeren? Nou, strakjes hebben we misschien wel een van de mensen uit Nederweert van het CDA in de uitzending. Wordt dat sowieso leuk om eens te vragen van ja, wat is nou het idee? Weer de grootste? Gaan jullie nou dit jaar wel meepraten of niet? Daar komen we straks allemaal achter. Er wordt op dit moment druk gezocht naar mensen in beide gemeentehuizen om daar eens iemand voor de camera te trekken en om wat reacties te vragen. En dat is heel leuk. En ook als ik inderdaad net hoor van Lars dat het aantal stemmen wat is uitgebracht op 33% al zit van alle mensen die mogen stemmen, dan denk ik ja, dat doen we lang niet gek. Dat gaat helemaal niet verkeerd. En de gemeenteraadsverkiezingen merk je altijd wel dat de opkomst iets lager is dan normaal. Dan bijvoorbeeld bij de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat lijkt dus voorlopig met de stemmen die binnen zijn, lijkt dat niet zo te zijn. En lijken we de goede kant op te gaan. Zeker in Nederweert, waar ze tellen in een stroomversnelling. Ik zeg heel even uit mijn hoofd dat daar een stemlokaal of 10 open was de afgelopen dagen. En zeker ook vandaag. En dat er daar toch al een heel aanzienlijk deel van is geteld. Dus als die stemmen dadelijk binnen zijn, dan kan er in Nederweert alvast een vroeg feestje gevierd gaan worden. En dat is zeker gezellig. Het is dus de uitslagenavond voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met best wel veel wat op het spel staat. Namelijk, wie praat er mee de komende 4 jaar in de gemeenteraad? Op wie kunnen
ervan uitgaan dat ze de lijnen gaan uitzetten voor Weert of Nederweert. Wie gaat het beleid bepalen? En ook aan de andere kant, wie gaan daar tegenin ouwehoeren? Nou, dat is hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Wat we zien is dat er steeds meer uitslagen her en der binnendruppelen. En dat heeft dan natuurlijk ook zo zijn effecten op de zetelverdeling in de gemeenteraad. Weert dus dit jaar deze verkiezingen meer zetels te verdelen dan de afgelopen jaren. En in Nederweert blijft het aantal hetzelfde. En dat heeft dan weer te maken met het aantal inwoners is groter geworden. Er gaan allemaal hele slimme mensen die gaan daarover nadenken. Die gaan dingen bij elkaar optellen, door elkaar delen. Daar nog een keer een formule overheen. En als we dat bij elkaar hebben, dan kom je op een aantal uit. En dat betekent dus ook, en dat vind ik wel een interessante. En misschien is dat ook nog wel eens leuk om dadelijk naar te gaan zoeken. Of er iemand in een gemeentehuis te vinden is in Weert die facilitair coördineert. Want in Weert zullen er ook gewoon tafels en stoelen bijgezocht moeten gaan worden. En bijbesteld moeten worden. Want ja, er moeten wat raadszetels bij gaan komen. Bij mij staat Lars van der Werf, onze data-analyst, specialist. Lars, vertel eens, wat heb je te vertellen? Goedenavond Jeroen. Er zijn weer meer uitslagen. We zitten ondertussen op een nieuwe tussenronde, zoals dat zo heet. 21% in Weert, 34% al in Nederweert. Gaat rap. Laat me er even doorheen praten door in ieder geval de stand van Weert van het moment. Ja. Zien we momenteel, nogmaals, aan de linkerzijde 2018, de rechterzijde 2022, dat bijvoorbeeld bij Dus Weert 10% erbij is gekomen. Een stijging die ook zelf aan het stijgen is. Weert lokaal, CDA, VVD, D66 redelijk vlak. En voor GroenLinks een kleine stijging 5% van het aantal stemmen. Laten we eens even naar de zetels gaan, want dat begint nu langzaam toch wat relevanter te worden. Weert lokaal, kleine daling, 1 zetel. CDA, 2 zetels eraf. Dat is dus met de prognose van nu, met het aantal zetels en de kiesdelen die we nu kunnen bepalen. Dus Weert, bijna verdubbeld, ook netjes. D66, PvdA en GroenLinks... Ja, praktisch gelijk. GroenLinks krijgt er wel een zetel bij. Momenteel dus 4 restzetels. Dat betekent dat er eigenlijk nog best wel veel kan verplaatsen. Dat komt omdat de kiesdrempels voor sommige partijen nog best wel ver ligt. Dat gaat in de komende tijd gebeuren. En laten we dan nog eventjes kijken naar hoe dat dan evolueert. Net hadden we al de vergelijking van 2014, 18 en 2022 voor Nederweert. Nu voor Weert. Hier zien we de verdeling van 2014. Dat was toen altijd een hele hoop. Toen waren er een aantal partijen die er nu niet waren. Denk bijvoorbeeld aan de SP. En 2 witte vakken, rechtsonder. Dat zijn de 2 zetels die er dus nu zijn bijgekomen. Weert is gestegen in het aantal inwoners. Van 29 naar 31 zetels die er nu gekozen moeten worden. We zien het al, als we naar 2018 gaan. Er verandert al het een en ander. Dus komt erbij met 3 zetels. En laten we nou kijken wat de stand van zaken is. Als we nu zouden moeten bepalen wat die indeling zou zijn. Zien we 4 witte stoelen. Dat zijn die 4 restzetels. En voor de rest een stijging bijvoorbeeld van Dus Weert van 2 zetels. Voor D66, PvdA en GroenLinks 1 zetel. En de rest, dat komt dadelijk. Dat is de stand van zaken momenteel in Weert. En dan kom ik zo meteen voor je terug bij Nederweert. Hey, superman, dankjewel. Ja, zo'n Lars hebben we veel aan. En nog steeds het insturen van namen voor onze Lars, de dataspecialist. Mochten we een leuke nickname hebben via WhatsApp, kan het altijd naar WeerdFM gestuurd worden. 0495-450505. Kun je gewoon een WhatsAppje naar sturen. Dat is leuk. Ja, kom je in contact hier met studio. Namen voor Lars zijn welkom. Wat ik een hele interessante vind aan de uitslagen die net binnen waren, is dat Martijn van Heuvel had het er net ook al over. 4 jaar geleden er natuurlijk Geert Gabriels bovenaan de lijst stond bij Weert Lokaal. Heel groot. Haalde zelf in zijn eentje, volgens mij zei ik even uit mijn hoofd, al 5 of 6 stemmen in zijn eentje binnen. En dat lijkt er nu toch op dat Weert Lokaal dat toch wel vrij aardig voor elkaar heeft. En dat Martijn van Heuvel toch nog vrij aardig campagne heeft lopen voeren. Want ja, en dat is mooi. Je merkt dus dat hij... nu weer om redelijk gelijk aantal zetels lijkt te zitten dan 4 jaar geleden. Tuurlijk zijn er meer zetels bijgekomen, dus is er ook meer te verdelen. Maar toch, de mensen die voorspeld hadden dat Weert Lokaal een enorme daling zou maken, dat lijkt nu nog niet uit te komen. En dat is interessant om de rest van de avond in de gaten te gaan houden. Zoals gezegd, in Weert 25 plekken waar er gestemd kan worden. Daar zijn er nou een aantal van helemaal geteld.
In Nederweert heb je 10 plekken, ook daar zijn er een aantal geteld. En gaandeweg, hoe later het wordt, hoe meer uitslagen dat er binnen gaan komen. Dat is sowieso leuk. Wat is nog meer leuk? Wat nog meer leuk is, is dat wij de hele avond er zijn. Tot de uitslagen allemaal binnen zijn. Wij tussendoor ook nog met mensen proberen te schakelen uit het gemeentehuis in Weert, uit het gemeentehuis in Nederweert. Om wat reacties te halen, wat mensen te vragen. Joh, hoe denk jij erover? Hoe kijk je er nou tegenaan? Wat je nu de afgelopen avond al voorbij hebt zien komen. En wij gaan schakelen naar het gemeentehuis in Weert. En daar staat klaar Connie Beenders voor de partij Dus Weert. Connie, hallo, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Hey, nou, hier moet jij blij van worden, of niet? Nou, dat mag je wel zeggen, ja, dat ik toch wel heel erg blij ben als ik deze uitslagen zie. Ja. Had je dit verwacht? Je hoopt altijd dat je meer zetels gaat halen, maar uiteindelijk beslist de kiezer. En ja, goed, dan blijft het altijd afwachten. En wat wij hoorden binnen de Weertse gemeenschap, dat waren wel positieve geluiden, maar je weet het nooit. Maar we zijn wel enorm blij met wat we tot op heden hebben gezien. We zitten nu op ruim 1600 stemmen. En als ik me niet vergis, hadden we de vorige keer bijna 2000, ik dacht 1970 stemmen. Dus er zit in ieder geval een hele goede trend in om omhoog te gaan, laat ik het zo zeggen. Ja. Wat wil dat zeggen, dat deze uitslagen nu zo binnenkomen en dat jullie nu al zoveel stemmen binnen hebben? Ja, wat dat wil zeggen, dat weten we nu natuurlijk nog niet. Maar we zullen dus moeten gaan kijken hoe morgen en de andere dagen het een en ander gaat lopen hier. Kijk, en we hebben in ons verkiezingsprogramma ook geschreven, en ik heb dat ook gezegd, dat wij bestuurlijke verantwoordelijkheid willen dragen. En Weert is gebaat met een sterk bestuur en daar willen wij de schouders onder zetten. We hebben 4 jaar een constructieve politiek gevoerd vanuit de oppositie, waarbij we vaak wel gezocht hebben naar de overeenkomsten en het samenwerken binnen de hele raad. En ik moet zeggen dat we daar eigenlijk heel goed in geslaagd zijn. En het belooft in ieder geval voor de komende 4 jaar... wat ons betreft dat we samen de schouders met anderen eronder willen zetten. Nou ja, en dat is natuurlijk ook de ultieme samenwerking, laten we eerlijk zijn. Heel zeker, ja. En het ding is natuurlijk, als jullie nu zoveel stemmen binnenhalen en jullie zouden, het moet natuurlijk gezegd worden, het zijn voorlopige stemmen, dus in hoeverre, we zijn nog een beetje aan het afwachten tot dadelijk alles binnen is. Alleen dat betekent natuurlijk ook, de mensen kunnen niet meer om je heen, Connie. Nee, maar het gaat niet alleen om mij. Hè. Wij waren met 26 fantastische mensen op de lijst. Eigenlijk stuk voor stuk lijsttrekkers. Dat meen ik uit de grond van mijn hart. En je kunt alleen maar een goede campagne voeren als het sociaal-maatschappelijke draagvlak binnen een beweging zoals Dus Weert, maar ook binnen andere partijen, denk ik, als dat goed is. En dan heb je in ieder geval alles in handen om daar iets moois van te maken. En zoals het er nu naar uitziet, gaat ons dat lukken. Hoe is je band met Martijn van Heuvel? Ik heb de vraag even niet goed verstaan. Hoe is je band met Martijn van Heuvel? Ik heb met Martijn van Heuvel een hele goede band. Ik heb met Weert Lokaal een hele goede band. Er is niemand in de raad waar ik van zeg, daar wil ik niet mee samenwerken. Anders zouden we niet de ultieme samenwerking heten. Je zult altijd moeten zoeken naar de compromissen. En je moet Weert dat krijgen wat nodig is. En daar staan wij voor. Nou ja, ik vraag het meer omdat ik denk dat jullie de komende dagen misschien samen een kop koffie moeten gaan drinken. Hey, heel veel plezier vanavond. Ga er van genieten. En mocht de uitslagen zo zijn, dan wil ik je heel graag straks aan het einde van de avond nog een keertje spreken. Dankjewel. Dankjewel voor het interview, Jeroen. Helemaal goed. Dag. Dag, Connie. Ja, dat is leuk, dat is heerlijk. We zien de gesprekken, je ziet de blijdschap. Connie Beenders, Dus Weert lijkt nou de tweede partij te zijn van Weert. Laten we nog een keertje kijken naar wat is er op dit moment bekend aan uitslagen. Dan beginnen we in Weert. Zien we dat Weert lokaal 36% van de stemmen binnen heeft kunnen harken. In ieder geval dat wat nu bekend is. CDA zit op 15%, de VVD zit op 14%. Dus Weert, de tweede grootste partij, 19%, hadden we het net over. D66, 5% binnengehaald. De Partij van de Arbeid, 6%. Net iets groter dan D66 dus.
En GroenLinks als nieuwe partij in Weert haalt 5% van de stemmen binnen. Dan gaan we naar Nederweert. In Nederweert is het CDA op dit moment met de dingen die bekend zijn het grootste, 39%. Het jongerenakkoord Nederweert zit op 22%. Nederweert anders maakt een flinke daling naar 9%. D66 13%. De VVD 8%. Hart voor Vrijheid, helemaal nieuwe partij in Nederweert. Die zit op 3% van de stemmen die binnen zijn gehaald. Een echt tegengeluid. En GroenLinks die halen het dubbele aantal van de stemmen van Hart voor Vrijheid binnen. En dat is 6%. Nou, je ziet alles zo binnenkomen. En zodra er nieuwe uitslagen bekend zijn, dan hoor je dat direct hier. Wij gaan even schakelen met Nederweert. Daar zit Ria Stine namens Nederweert. Anders Ria, goedenavond. Jeroen, goedenavond. Hey, ja, we kunnen er linksom of rechtsom omheen draaien. Maar het lijkt wel, met wat nu bekend is, wel een daling met 4 jaar geleden. Ja, klopt. Ja, ja. Hoe komt dat binnen? Nou, hoe komt dat binnen? Natuurlijk jammer. Maar ik had dat eigenlijk ook wel verwacht. Ik denk dat wij natuurlijk staan voor een aantal zaken. We hebben een nieuw afvalsysteem doorgevoerd. De windmolens zitten in mijn portefeuille. En als wethouder ben je dan toch een beetje het boegbeeld. Dus ik denk dat wij zeker de lastige dossiers gehad hebben en dat we dat nu ook zien, dat we daar de effecten van zien in de verkiezingen. Ik weet dat het een beetje vooruitlopen op de zaken is, maar stel dat het zo blijft. Betekent dat dan automatisch ook dat jullie voor jezelf liever een plekje in de oppositie zien dan in de coalitie? Of zeggen jullie linksom of rechtsom zijn we altijd bereid om mee te praten over het beleid wat we uit willen gaan zetten? Nou ja, op zich, wij hebben gekozen om 4 jaar terug om verantwoordelijkheid te dragen. En die verantwoordelijkheid die gaan we nu, als het kan, ook niet uit de weg. Dus uiteindelijk, de kiezer beslist uiteindelijk. Vanavond, dat zien we ook. En dat is ook goed. Maar ja, wij willen wel graag door. Ik bedoel, ik sta wel voor het beleid wat we ingezet hebben. En dat zouden we graag door willen uitvoeren. Houden jullie dit aan? Ja, je zei het net al, een beetje misschien aanzien komen op basis van de onderwerpen waar we voor verantwoordelijk zijn geweest. Bent geweest als wethouder namens Nederweert anders. Ja. Had je dat idee ook als je met de inwoners van Nederweert sprak de afgelopen weken? Nou, laat ik voorop zeggen, dat is me de afgelopen 4 jaar wel gebleken. Elke partij zit in een eigen bubbel, een eigen achterban. Dus je spreekt natuurlijk veel mensen vanuit je eigen kring en die bevestigen vaak hetgene wat je zegt. Want dat is je omgeving waar je mee spreekt. Dus dat is niet altijd een juist beeld. Als ik denk van nou, we hebben natuurlijk echt een aantal zaken ook opgepakt. Hè. Ik noem het even het nieuwe afvalbeleid wat we ingevoerd hebben in januari. Ja, verandering is voor iedereen lastig en toch hebben we het gedaan. En dat er niet iedereen meteen staat te juichen omdat ze nu van bak naar zak moeten, dat snap ik wel. Ja, en dat effect, dat zie je nu. Dus, Ja, dat. Denk je dat, want dat is toch de vraag die de gemiddelde Nederweertenaar denk ik wel op zijn lippen zal hebben liggen. Denk je dat de erfgoedkwestie van de afgelopen weken nog een effect hierop heeft gehad? Dat het zo kort op de verkiezingen zat, dat wellicht een bijdrage in dit alles heeft gehad? Ja, ik vind dat heel erg lastig om te zeggen, want op de erfgoedkwestie, ik moet zeggen van gisteravond hebben we een interpellatiedebat gehad. Maar ik zeg van mijn eigen achterban en ik ben enorm gesteund door mensen in mijn directe omgeving. Echt heel veel positieve feedback gehad, maar ik weet ook dat, ik lees af en toe natuurlijk ook wel eens de reacties op social media en dat is niet positief. Dus nee, natuurlijk, het is überhaupt een hele vervelende kwestie geweest. Laat ik dat voorop stellen. Ja, hoe gaat de rest van de avond voor jullie uitzien? Gaan jullie er wel gewoon een hele leuke avond van maken? Nou, we zijn met z'n allen bezig uit eten, dus dat was al prima. We drinken hier vanavond nog één op kosten van de gemeente. Dus wat dat betreft, de avond die kan niet meer stuk. En ja, we hopen toch te landen op 2 zetels. Ik hoop dat we daarop uitkomen. En als we met de coalitie door kunnen, dan moet ik zeggen dat ik toch heel tevreden ben. Nou, helemaal goed. Ria, dankjewel. En maak er een hele leuke avond van. Ja, dankjewel Jeroen. Doei doei. Hoi. En dat was dan Ria Stine namens Nederweert anders. Hebben we het dus net al over gehad. In de laatste uitslagen die we hebben gezien, zagen we dat zij een daling hebben meegemaakt in vergelijking met 4 jaar geleden. Toen
een van de partijen om in de coalitie te gaan zitten, leverde dus ook een wethouder. En die lijken toch nu dan wel een daling te gaan maken met in ieder geval dat wat binnen is. En zo kabbelt de avond voor, zit het eerste uur van deze uitslagenavond er alweer op. En is bij mij weer in de studio Lars van der Werf, de man met alle uitslagen. Het wordt elke keer gezelliger. Lars, is er nog via de WhatsApp nog iets binnengekomen? Mensen met leuke namen voor je? Ik heb ze nog niet gezien. Ik moet heel eerlijk zeggen, er komen vooral heel veel uitslagen binnen. Ja. Sterker nog, we gaan het over Nederweert hebben. Nog maar één bureau. Dan hebben we Nederweert eigenlijk al compleet. Dan weten we al wie daar de grootste partij gaat zijn. Dan zijn we heel vlot. Om precies te zijn zitten we momenteel op 49% van de kiesgerechtigden die al geteld zijn. Dat zijn ongeveer 7000 van de 14.000 kiesgerechtigden die al binnen zijn. 7000 van de 14.000. Laten we eens even kijken wat ze hebben gestemd op het moment. Daarvoor gaan we kijken naar Nederweert 2018-2022. En dit is dus de stand met nog één stembureau te gaan. Momenteel CDA in een kleine daling, ook voor Jan geldt dat. Nederweert anders 8% punten gedaald. Dat is een enorme daling voor deze groep. D66 een stabiele stijging en ook VVD net een kleine stijging. Hart voor Vrijheid, GroenLinks, we hadden het er al over. Daar zit voor allebei de punten, zit daar wel een zetel in. Die kans is wel aanwezig. En als we het dan toch over hebben, laten we daar even naar gaan kijken. Momenteel, met de prognose van nu, en dat betekent dus met de kiesdrempel die we berekenen op het aantal zetels die nu bekend zijn, is dat aantal stemmen die nu bekend zijn, is dat CDA er eentje gaat verliezen. En ook voor Jan geldt dat. Nederweert anders, 2 achteruit. D66 blijft momenteel gelijk. VVD blijft ook gelijk. En voor Hart voor Vrijheid en GroenLinks kunnen we nog niks zeggen. Dat zijn weer die kiesdrempels waar we net over hadden. Ze moeten gewoon over een grens heen gaan om te kunnen zeggen, nou, we krijgen daar een zetel voor. Kans is wel groot, want ze halen een heel hoog gemiddelde voor dat restant wat ze wel al binnen hebben gehaald. Maar daar kunnen we niks over zeggen, totdat eigenlijk de definitieve telling de komende dagen heeft plaatsgevonden. 4 restzetels op het moment, die komen er dus aan en die worden verdeeld over deze partijen. Laten we nog eventjes kijken naar hoe dat dus ging ten opzichte van 2018. Dit was 2018, zie je een groot stuk CDA, zie je een groot stuk Jan, klein beetje Nederweert anders en ook een klein beetje VVD en D66. Laten we dan kijken naar wat de stand van zaken op dit ogenblik is. VVD blijft op 5, Jan levert er eentje in, Nederweert anders leverde ook in, dat zagen we net ook al. En de restzetels die rechts in het wit momenteel nog staan van die 17 in Nederweert, die gaan we de komende tijd verdelen. Nou, dat is de stand van zaken momenteel. Goed, ik keek net heel even op mijn WhatsApp, de stelling van Pythagoras. Ik vind hem leuk. We schrijven hem op, nemen hem mee. Niek, dankjewel. Helemaal goed Lars, zie ik je dadelijk terug met nieuwe uitslagen. Nederweert is gebeurd. We gaan nu naar Weert toe zometeen. En ook daar gaat het bijzonder hard. Oh, nou, dat is interessant. En jij weet ons dan zometeen te vertellen. Juist. Welke mensen, hoeveel partijen, hoeveel dingen er nog gestemd moeten worden, geteld moeten worden. Exact. Kom ik zometeen voor je terug. Helemaal leuk. Thanks, Lars. Leuk. Ja, dat is dus prettig. En zo zie je dat alles binnenkomt vanavond. Nederweert nog maar één ding nodig is. Één stembureau geteld moet worden. Nou ga ik er denk ik stiekem een klein beetje vanuit dat het gemeentehuis is. Omdat ze daar by far de meeste stemmen worden uitgebracht. Dat is de situatie in Nederweert. Weert krijgen we dus zo meteen. En er zijn weer mensen van WeerdFM TV hard op zoek naar mensen om voor de camera te trekken. Om wat vragen aan te stellen. Want dat is het leuke vanavond. Je kan in het gemeentehuis zijn en dan zie je al die politici bij elkaar zitten en staan. En die zijn met elkaar een babbeltje aan het maken. En op WeerdFM TV dan zie je iedereen één voor één voorbij komen. En maakt iedereen eventjes tijd voor jou. Ja, of voor mij, maar daar mag je meeluisteren. Zo moet je het eigenlijk. Ja, hè? Je snapt wat ik bedoel. En dat is leuk. En ondertussen, en dat is helemaal mooi, wordt mij ook gewoon koffie gebracht. Ik bedoel, zo'n avond, zo laat, trek je ook niet zonder een bakkie. Dus dat is fijn. En ik ga even schakelen naar het gemeentehuis in Weert. Dan laat ik de koffie graag even voor aan de kant staan. Ik ga schakelen met Tavino Karig. Tavino, hallo. Hi Jeroen. Hey, ja, hoe bevalt het zo'n eerste uitslagenavond? Super spannend. Best wel zenuwachtig, maar het is vooral leuk om te zien dat iedereen hier is. Om te kijken wat het is geworden. En om het met het team toch samen te zijn en samen door de spanning heen te gaan. Dus we trekken elkaar wel gewoon lekker mee, dus het komt wel goed. Ik kan mij herinneren dat ik tijdens het grote lijsttrekkersdebat van Weert afgelopen maandag tegen jou op het podium zei ik tegen jou, gaat hij de GroenLinks-gedachte
het de gemeenteraad inbrengen. En dat lijkt er met wat nu bekend is toch wel op die kant op te gaan, hè? Ja, zo lijkt het wel. Het blijft natuurlijk wel heel spannend. Maar het gaat de goede kant op. Dus ik zie om me heen bij ons alleen maar lachende gezichten. Dus het moet wel goed komen, denk ik. Ja, zeker. Ja, we hebben ons eigen data specialist, analyst, manager er hier opgezet. En die rekent voorlopig uit dat jullie in ieder geval met één zetel de gemeenteraad ingaan. Voorlopig natuurlijk. Wat denk je dan? Feest. Heel blij natuurlijk. En vooral dat we kunnen starten en dat we eindelijk in Weert met GroenLinks aan de slag kunnen gaan. Ja, dat is gewoon een beetje een historisch moment eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, hoe was dat om, ik weet niet of je op jezelf hebt gestemd, als ik dat mag vragen? Het is wel heel grappig even om aan te geven. Ik ben mijn ID en alles, al mijn pasjes ben ik kwijtgeraakt. ik heb mijn vriendin moeten machtigen, dat mocht dan nog net. Dus ik heb erbij gestaan, maar ik heb niet op mezelf kunnen stemmen, maar dat maakt mij niet uit. Het is goed gekomen. En ze heeft wel jouw bolletje ingevuld. Ik hoop het. Ja, dat heeft ze wel gedaan, ja. Ja. Heel leuk, man. Nou ja, laten we, als het inderdaad zo doorgaat, dan wordt het een historische avond voor GroenLinks in Weert. Gaat daar lekker van genieten. Yes, doe ik. Zeker weten. En wij spreken elkaar snel om eens te kijken van hoe gaat het dan nu verder. Is goed, gaan we doen. Top. Hey Tavino, maak er een hele leuke avond van. Dankjewel. Tavino Karig, die dus inderdaad op lijkt dat ze met GroenLinks Weert voor het eerst een zetel gaan hebben in de gemeenteraad. En wie kan ons dat nou beter vertellen dan onze eigen stelling van Pythagoras? Lars van der Werf, welkom. Vertel eens, Weert, welke kant gaan we op? Dat is een goede vraag. We gaan vooral momenteel de snelle kant op. We zitten momenteel op denk ik ongeveer 60% van de stemlocaties die hun data hebben aangeleverd aan de gemeente, aan de officiële telling en ook, ook uiteindelijk naar ons. 60% van de locaties. We zitten pas ongeveer op 30% van de stemgerechtigden die momenteel hier in de gemeente Weert hun stem hebben laten horen. In perspectief ongeveer in 2018 54% van de mensen. Dus er is nog een lange weg te gaan om in ieder geval op hetzelfde niveau als vorig jaar te komen. Maar goed, dat gaan we dan zien. Laten we eens even gaan kijken naar de stand van de zaken op het moment. Met de meest recente punten die bij de huidige tussenstand in het gemeentehuis in Weert tevoorschijn zijn gekomen. Dit is de stand. Links 2018, rechts 2022 nogmaals. Weert lokaal een kleine stijging. We zien bij CDA een daling. En voor VVD natuurlijk gewoon het gelijke stand die we al de afgelopen tijd, afgelopen uur zien. Dus Weert mag met 10 procentpunten stijgen. Dat is aanzienlijk en dat is ook een knappe prestatie van de partij. 5% voor D66 constant. Dat geldt ook voor PvdA die praktisch constant 2 procentpunten stijgen. En GroenLinks, ja, we hadden het er net over. 5% omhoog, ja, dat is gewoon een stijging waar ze trots op mogen zijn. Dat zijn de stemmen. Als we die proberen te vertalen naar zetels, dan is dit wat we momenteel zien. Weert lokaal verliest, CDA verliest nog meer. 2 zetels gaan daaraf. VVD blijft gelijk en dus Weert, daar zitten 2 zetels bij. Daar kunnen ze daar trots op zijn. Ik denk ook dat het geldt voor GroenLinks. Die zetel die ze zo graag wilden, die zo net gelukt is. Je sprak er net al mee. En voor D66 PvdA is dat constant gebleven. We zien het restzetels. Het aantal is 4. Dat is aanzienlijk hoog. Dat betekent dus dat er nog meer dan genoeg te verdelen is over de komende tijd, komende uren. Dat is met gemiddeld dus wat ik toen straks uitlegde. Dat is hetgene wat wij nu nog niet kunnen zeggen. Dat is iets wat over de komende tijd, vooral als de specifieke telling helemaal compleet is, dan pas is daar iets over te zeggen. Maar daarover straks en later misschien in deze uitzending nog meer. Dat is de stand van zaken als we kijken naar de stemmingen. We gaan hem weer eventjes in de zaal zetten, in de gemeenteraadszaal van Weert. Dit is momenteel 2018, de stand van zaken voor vandaag. En nou goed, laten we de beweging maar zien. SP zit hier nog in, die valt natuurlijk weg. En wat gebeurt er? Nou, we zien dat dus Weert toeneemt. Dan staat daar Partij voor Weert, een fout van mij, excuus daarvoor. Die doet natuurlijk niet mee. Hetzelfde geldt voor juist 495. We zien die 4 restzegels die aan de rechterkant blijven, die vallen natuurlijk weg. En de rest, ja, dat moet nog duidelijk worden. We zitten dus pas op 30%. Dat moeten we op zijn minst naar 55 als het aan mij ligt. We gaan kijken of we over het getal van afgelopen jaar heen kunnen. Nice. Afgelopen editie. Heel tof. Ja, thanks weer. We zien jou dadelijk weer terug, denk ik. Absoluut. En die restzetels waar je het net over had, die nu 4 stuks in Weert, daar gaan we dus
zeker niet vandaag achterkomen hoe dat die verdeeld worden? Of zou het kunnen dat er van die vier misschien dat een drie wordt? Dat kan zeker. Dat varieert heel eigenlijk op basis van het aantal stemmen wat wordt uitgebracht. Want hoe meer stemmen er wordt uitgebracht, hoe hoger de kiesdrempel wordt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd stijgen die partijen ook in hun aantal stemmen. Ja. Dat betekent dat die verhouding natuurlijk kan veranderen. En ja goed, dat is natuurlijk per locatie die binnenkomt. En sommige wijken wisselen heel erg van elkaar. Dan kan opeens een enorme stijging van een bepaalde partij toch net die drempel halen. Waardoor het aantal restzetels in ieder geval eentje minder wordt en verdeeld wordt over bijvoorbeeld een GroenLinks of bijvoorbeeld een PvdA of elke andere partij. Nou, gaaf. Dankjewel, Lars. En ik zie je heel graag zo meteen weer terug. Daar zo meteen meer. Hey, tof. Lars van der Werf die aan de gang is. En ik kreeg net een leuk weetje door. De totaaluitslag van Nederweert, die lijkt op dit moment binnen te komen. Wat die uitslag dan precies is, is mij nog eventjes onduidelijk. Daar gaan allemaal mensen nu op dit moment rennen, zie ik, om getalletjes in computers te zetten. En dat betekent dus dat we zo meteen, en dan zijn we 2 uur na het sluiten van de stembussen, zijn we verder. En dan weten we gewoon al in grote lijnen hoe dat de verdeling van de raadzetels in Nederweert gaat zijn. En dan weten we bijvoorbeeld dadelijk misschien wel dat het CDA de grootste misschien gaat worden. We weten het niet. En wie de kleinste gaat zijn. Daar komen we strakjes achter. Als die uitslag binnen is, dan zie je dat natuurlijk hier op WeerFM televisie. Hartstikke leuk. Ook dus verschillende interviews komen er zo meteen nog aan. Ik zou het ook nog wel grappig vinden als we de burgemeesters van beide gemeenten strakjes nog eventjes in de uitzending kunnen krijgen. Want ja, die krijgen vanavond dus ook te horen wat de nieuwe club mensen is waar zij de komende 4 jaar mee moeten samenwerken en in een ruimte moeten zitten. Nou, dat is leuk. Ondertussen is mij koffie gebracht en voordat je daar koud wordt, dat zou ook zonde zijn, drinken we daar een lekker slokje van. En gaat die avond lekker verder. Komen we erachter wie de gemeenteraad gaat vullen de komende 4 jaar. Ik had het er net over en toen werd ik onderbroken door een interview. Het leuke is, in Weert is dus het aantal zetels groter geworden. Daar zijn er nu 31 komend jaar en dat waren er de afgelopen 4 jaar minder. En dat betekent dus, en zeker in Weert vind ik dat wel leuk, want in Weert is de opstelling, mocht je dat nog nooit gezien hebben, in Weert is de opstelling van de gemeenteraad is in een rondje. En iedereen die ooit een rondje heeft getekend, weet dat je daar niet zomaar iets aan toe kan voegen, omdat het rondje dan niet meer helemaal netjes mooi rond is. En dat betekent dus ook dat er in het stadhuis in Weert iemand die op de facility afdeling zit, op dit moment koortsachtig bezig is om nieuwe tafels en stoelen te gaan bestellen. Om het rondje ronder te maken. Of, misschien is dat wel de oplossing, gewoon er een stoeltjes achter of bij te zetten. Ik ga even schakelen naar het gemeentehuis in Weert. Namens D66 staat daar Lisbeth Steinbach. Lisbeth, een hele goede avond. Goedenavond, Jeroen. Hoi. Hoe is de sfeer in het gemeentehuis? Ja, goed. Eigenlijk prima. Ja, heel gezellige sfeer. Iedereen is er. En altijd leuk om ook met alle partijen in het stadhuis aanwezig te kunnen en mogen zijn. Vooral na zo'n moeilijke periode met corona en dat we elkaar weinig hebben gezien. Dus bevalt prima. Ja, hoe is dat? Is iedereen ook nog een beetje met elkaar aan het bijpraten? Want ik heb je al keilang niet meer gezien. Wat zit je haar leuk? Dat gebeurt inderdaad ook, ja. Nee, dat klopt. Ja, wij als partij hebben natuurlijk ook, onze kandidaten zijn bijna allemaal hier. Dus dat is superleuk om elkaar ook weer even te zien en ook met elkaar te hebben over hoe het gaat en hoe we de sfeer vinden. Ja, hoe gaat het? Wat vind je van wat je tot nu toe gehoord hebt? Als je bedoelt wat ik gehoord heb qua verhalen. Nou, iedereen is heel enthousiast verder, hè, dus dat is prima. Als je kijkt naar de uitslagen. Ja, zie je daar echt wel voor sommige partijen mooie stijgingen in. En ik denk dat wij ook prima erin staan. Dus helemaal goed. Ja, had je meer verwacht? Eerlijk? Op dit moment al meer verwacht? Nou ja, als ik kijk naar welke stembureaus geweest zijn, denk ik dat het realistisch is wat er nu staat. En we zijn heel benieuwd naar wat er nog gaat komen. Ja, kan ik me voorstellen. Hoe heb jij de afgelopen dagen campagne gevoerd? Wij hebben vooral vanuit onszelf campagne gevoerd op een stuk inhoud natuurlijk. We hebben een lijsttrekkersdebat gehad, zoals je weet. We zijn de stad in geweest, we hebben geflyerd, in gesprek gegaan met mensen, zoals je dat doet.
als politieke partij natuurlijk niet alleen in verkiezingstijd doe je dat, maar ook van tevoren. Dus ja, heel enthousiast team gewoon van mensen waar ik heel erg trots op ben. Dus superleuk. Ja, en dan gisteravond, dan weet je, dan zit toch echt de campagne erop. En vandaag gaan al die stemlokalen door de hele gemeente open. Ga je dan nog met een zenuwachtig gevoel naar bed? Of is het gewoon, ja, het is nu uit mijn handen en ik ga gewoon lekker slapen? Nee, ik ben eigenlijk best wel ontspannen naar bed gegaan. Ik heb best lekker geslapen, gewoon mijn dag besteed. Ik heb, zoals mensen misschien weten, gewoon lekker gesport, mijn paarden verzorgd. Mijn vrije dag gehad van het werk en dan ga je er gewoon even goed voor. En je volgt je socials en je probeert daar nog wat mensen te bereiken en te overtuigen dat ze moeten gaan stemmen. En dan echt de oproep doen om te gaan stemmen. Dat is gewoon heel belangrijk. Democratie hebben we echt in dit land, mogen trots op zijn dat we dat hebben. Nou, helemaal tof. Ga alle mensen daar in het gemeentehuis de groetjes doen van de lokale omroep van Weert en Nederweert, Weerdevem. Ga er vooral een hele leuke avond van maken. Gaan we zeker doen. Dankjewel, Jeroen. Helemaal goed. En wij schakelen meteen door naar Nederweert. En daar mag ik in gesprek met dezelfde partij, maar dan een andere persoon. En in Nederweert, Martin van Montvoort. Goedenavond. Goedenavond, Jeroen. En goedenavond alle luisteraars en kijkers. Ja, zeker. En die kijken in grote getalen mee. Hoe is deze avond voor je? Tot nog toe heel positief, want we hebben eigenlijk overal gewonnen. Alleen wel even balen toen net de definitieve uitslag kwam dat we weliswaar fors gewonnen hebben, maar toch op twee zetels blijven staan. Dus en ik wil voor deze plek ook allereerst GroenLinks van harte feliciteren met de zetel die ze hebben behaald en de deelname in de gemeenteraad. En ook de VVD feliciteren met die groei van 1 naar 2 zetels. Dus heel trots op het resultaat dat we toch de derde partij van Nederweert zijn geworden. Ja, wat betekent dat? Betekent dat wederom meepraten? Sowieso. Hoe en wat en met welke partijen, dat wordt wel even de vraag met deze zetelverdeling. Dus dit is wat we de komende dagen met alle partijen goed moeten gaan bespreken wat daar een goede coalitie is. Doorgaan met de huidige coalitie lijkt getalsmatig in ieder geval niet mogelijk op dit moment. Nee, die conclusie hadden wij hier inderdaad ook al getrokken. Dikke tip, ik zou dadelijk even weer de VEM-televisie aanzetten, want we gaan zo al eventjes met wat coalitieverdelingen spelen. En dan kun je alvast meekijken met wie je morgen eventjes WhatsApp-groepjes moet aanmaken. Nee, dat is voor morgen totaal niet aan de orde. We hebben met alle partijen die deelnemen aan de verkiezing afgesproken dat de komende zaterdag met z'n allen bij elkaar gaan zitten. En dan ook gaan kijken wat de mogelijke punten zijn. Dus tot die tijd is denk ik voor iedereen vooral ook even bekomen. Zelf nadenken wat de mogelijke opties zijn. En dan gaan we komende zaterdag met alle partijen kijken wat mogelijke coalities zijn. Waar denk je dat de mensen bij jullie zeker op gestemd hebben? Waar komt jullie groei vandaan? Nou, wat meteen opviel is de enorme groei in Nederweert-Eind. Dus toch echt ten danke van wethouder Kolen. De stemmen op de personen moeten nog bekend worden. Maar als je ziet wat voor groei we daar hebben doorgemaakt. Net niet de grootste partij in het dorp. En dan kan ik alleen maar concluderen dat de mensen het optreden van wethouder Kolen enorm gewaardeerd hebben de afgelopen 4 jaar. Ah, gaaf man. Hey, ik kan me voorstellen dat jij intens trots bent op die club mensen met wie je de afgelopen weken, maanden keihard hebt gewerkt aan een mooi programma, toch? Ja, dus we hebben enorm hard gewerkt, een mooi team en dat zie je ook terug in de resultaten. Jammer dat we net niet die derde zetel hebben gehaald. En ik had heel graag gehad dat Fleur Gijzen ook naast ons in de raad kwam te zitten. Maar enorm trots dat we zo gegroeid zijn. Nieuwkomer, vorige keer met 2 zetels erin, meteen meebesturen. En het wordt beloond door de kiezers, dat we toch fors gegroeid zijn. En dat belooft alleen wat meer voor de komende 4 jaar. Dus ik heb er zin in om weer volop aan de slag te gaan. Ja, tof. Nou ja, ik kan me voorstellen dat zeker als jullie de derde partij van Nederweert zijn, dat we elkaar nog wat vaker gaan spreken de komende maanden, de komende jaren. Martin, dankjewel. Ga een klein feestje vieren en drink er een op ons. Dankjewel. Goed zo, hoi. Martin van Montvoort dus uit Nederweert, D66. In Weert lijkt D66 een beetje stabiel te blijven. En in Nederweert hebben ze toch wel degelijk een aardige groei meegemaakt. En de totaaluitslag is binnen, dat zei Martin net al. En dan ben ik heel benieuwd. Ik zag hem net hier al de studio binnenkomen. Lars van der Werf.
Lars, heb jij de totaaluitslag? Het is zover. Van Nederweert zijn we dus inderdaad compleet. En dat betekent ook dat wij van de gemeente in Nederweert de restzetels hebben. Dat betekent dat alles verdeeld is en dat we ook alles kunnen gaan zetten op de zetels. Nou goed, laten we daar snel naar gaan kijken. Betekent dat ook dat we dadelijk al even kunnen kijken wie zouden er met elkaar een coalitie kunnen vormen? Dat zouden we zeker kunnen doen. Laten we even kijken of alles er klaar voor helemaal is. Helemaal goed, helemaal goed. In eerste instantie de uitslag van de verkiezingen. De uitslag van de verkiezingen momenteel in stemmen uitgedrukt. Dus dit is het percentage stemmen wat gegeven is aan elke partij. En dan zien we dat CDA 4 procentpunten is verloren. Een aanzienlijke sprong omlaag voor het CDA. En dat zien we ook in Jan. Nederweert anders. De grootste verliezers denk ik van Nederweert, zo zou je het kunnen noemen. Bijna 8 procentpunt omlaag naar 9 procent in 2022. D66 staat op 13 punten. VVD is daar met 1 procentpunt gestegen. Is naar 9 procent gegaan. Hart voor Vrijheid 3 procent en GroenLinks 5 procent. En let eventjes op dat laatste stukje, die 3 procent en die 5 procent... Het kan zomaar het verschil zijn tussen zetel, dat gaan we zo meteen zien. Als we dan naar de zetelverdeling gaan kijken, en dan moet ik even kijken of het systeem met mij mee wil werken. Even kijken. Dan zijn dit de zetels en er staat een prognose bij. Nou, we kunnen dus nu concluderen dat dat definitief is. CDA is gelijk gebleven, Jan is dus iets gedaald. 1 zetel omlaag, Nederweert anders, ook omlaag. D66 mooi gelijk gebleven, in die 17 zetels zijn het er toch 2 gebleven. VVD, 1 stapje omhoog. Hart voor Vrijheid, wel geprobeerd, maar dat was dus die procenten die ik net noemde. Mm-hmm. Te weinig voor een kiesdrempel en daarmee dus GroenLinks degene die ze heeft gekregen. Het restzetelsaantal, dat staat op 0. Dat betekent dat de uitslag definitief is dat we kunnen zeggen, dit gaat de gemeenteraad worden in Nederweert voor 2022 en de komende jaren. Laten we ze dan eventjes op de kaart gaan zetten. Ja, heel interessant. Dit is 2022. Dit is momenteel de coalitie, of niet de coalitie, maar in ieder geval de gemeenteraad in Nederweert. We zien daar dus links het blok CDA, 6 stoelen, 4 voor Jan. En nou bijvoorbeeld, dat aantal zou al genoeg zijn voor een coalitie. VVD zit er, Nederweert zit er met 2 zetels, D66 ook 2. En GroenLinks, dat is dus die ene die net over de kiesdrempel is gekomen. En daarmee net de prestatie van GroenLinks in Nederweert. Zij hebben een zetel dat bijvoorbeeld tegen Hart voor Vrijheid daarin streed. Ja. Dit is de verdeling daar. Gaan we heel even spieken of dit mee wil werken. Ik ben bang van niet. Dat betekent dat we weer teruggaan naar de zetelverdeling in Nederweert. Ik kom er zo meteen voor terug. Gaan we dan eens even kijken naar een coalitiemogelijkheid. En voor de gemeente Weert is er een heleboel bijgekomen. Ik denk dat we daar ondertussen rond de 35-40 procent zitten. Oh, wauw. Nou, dat gaat goed omhoog dan. Dat is mooi. En ik zou het ook tof vinden. Misschien mocht je ergens nog tijd hebben tussen alle mooie plaatjes maken. Om dus de totalen bij elkaar op te tellen. Van het aantal mensen wat dan in totaal bijvoorbeeld op een CDA gestemd heeft. Is dat mogelijk, denk je? Het totaal aantal mensen die voor Weert en Nederweert op CDA gestemd hebben? Alleen in Nederweert. Hoeveel mensen hebben een stem uitgebracht op het CDA? Daar kunnen we zo eens naar gaan kijken. Nou, vind ik hartstikke gezellig. Kom ik zo meteen voor je terug. Doen we dat zo meteen. Lars, dankjewel. Zo druppelen de uitslagen dus binnen. Het leuke is, je ziet mij, je ziet Lars. Ik wil ook toch wel heel even aandacht vragen voor de mensen die bij ons achter de schermen intens hard aan het werken zijn om ervoor te zorgen dat alles vandaag op tv gebracht kan worden. Of mij koffie brengen. Het is mij om het even wat ik het belangrijkste vind. De uitslagen die druppelen binnen. In Nederweert zijn ze dus bij deze officieel. En natuurlijk, de komende dagen wordt er nog een hoop bekend. De stemmen per persoon die gaan geteld worden. En de komende dagen dan wordt dan duidelijk. Hè, we spraken net Martin van Montvoort. Hoeveel mensen hebben dadelijk op hem gestemd. Hoeveel mensen hebben persoonlijk op Marieke Manders gestemd. En al die mensen die komen één voor één voorbij. En dan weet ze daarna ook. Ja, ik mag in de zetel in de gemeenteraad. Misschien zijn er zelfs wel mensen dadelijk die een bepaald aantal zoveel stemmen hebben gehaald. Dat ze alleen al door hetzelfde hoog aantal gehaald te hebben. De gemeenteraad in mogen. Dat is allemaal nog te vroeg vandaag om daar al iets over te zeggen. Dat zal echt moeten gaan uitwijzen de komende dagen. En leuk, en dat vertelde Martin net, dat was een klein tipje van de sluier. Vanaf zaterdag dan gaan de partijen samen zitten. Ik denk een kop koffie met een goed stuk fly of een lekkere lunch. En dan gaan ze dus met elkaar samen zitten om te praten. Ja, wat willen we? Wat betekent nou deze uitslag?
En ik kan me voorstellen dat dat een interessant gesprek wordt. Waar de camera's misschien maar eens eventjes weg moeten blijven. We kijken even naar de uitslagen zoals we ze nu binnen hebben. Weert Lokaal en Weert, 36% van alle stemmen binnen. CDA 13%, de VVD 15%. Dus Weert lijkt op dit moment de tweede partij van Weert te worden. VVD trekt wel bij, 18% van de stemmen. D66 heeft 6% van de stemmen. Partij van de Arbeid 6% en GroenLinks 5%. En dat zijn dus de voorlopige uitslagen. In Nederweert is de uitslag definitief binnengekomen. En zoals Lars net al vertelde, het CDA haalt 34% binnen. Het jongerenakkoord Nederweert 26%. Nederweert anders, wethouder Ria Stine, de afgelopen 4 jaar hebben we al gesproken. Hun halen 9% binnen. D66 13%. De VVD gaat naar 2 zetels in Nederweert, 9%. Hart voor Vrijheid haalt het net niet, 3%. Van de stemmen komt op hun binnen en dat is net niet genoeg voor een zetel. En GroenLinks is 5% van de stemmen en halen daar dus wel een zetel mee binnen. Nou, dat is zoals het er in Nederweert voor staat en zoals het er definitief voor staat in Nederweert. En voorlopig voor staat in Weert. En waarom zeg ik voorlopig? We gaan richting het tellen van alle stembureaus. De totaaluitslagen die... komen langzaamaan ook qua Weert een beetje in de buurt. Maar Weert heeft 25 stembureaus. En al die bureaus die moeten één voor één, als om 9 uur vanavond de deuren dicht zijn gegaan, één voor één alle stemmen gaan tellen. En de stemlokalen die al eerder dicht waren of al eerder geopend waren, die mochten al eerder alles bij elkaar op gaan tellen. En zo hebben we nu al een beetje van uitslagen. Alleen de grote bulk, bijvoorbeeld uit het gemeentehuis in Weert, die moet nog binnenkomen. En dat wordt een interessante. Je hoorde het net Martin van Montfort ook zeggen. Zij hebben in Nederweert Eind een enorme stijging meegemaakt ten opzichte van 4 jaar geleden. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn doordat er iemand van de partij uit het dorp komt. En zo kan het in Weert ook nog een hoop gebeuren. Ik weet dat uit Stroomprooi de uitslagen uit de sporthal al binnen zijn. Maar het zou bijvoorbeeld kunnen dat iemand uit Stroomprooi op de andere plek in gemeenschapscentrum De Zaal al... misschien een hele bulk stemmen nog binnenhaalt. En dat kan natuurlijk nog wel het een en ander veranderen. En ook dat is zo leuk aan de gemeenteraadsverkiezingen. Natuurlijk stemmen veel mensen op een partij die ze tof vinden. Waar ze achter kunnen staan. De boodschap die ze snappen en waar ze mee door willen gaan. En weet ik ook van heel veel mensen die kijken naar tv. En die denken als eerste, oh ja, die vind ik wel aardig. Dat vind ik wel een sympathieke mens. En dan stemmen ze daarop. Of het tegenovergestelde komt heel nors over. Daar heb ik niks bij, geen uitstraling. Daar ga ik niet op stemmen. En zo kan het natuurlijk ook zijn dat je dan gewoon heel graag gaat stemmen op iemand uit je dorp. Omdat diegene bij jou om de hoek woont. En diegene weet precies dat bij jou op straat, voor het huis, langs de straat, de stoep scheef ligt. En dan mag wel eens aangepast worden. Nou, die dingetjes die zie je voorbij komen. En dat zijn van die dingen die passen en horen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je ziet de uitslagen voorbij komen. Hart voor Vrijheid, jammer. Die deed je dit jaar voor het eerst mee. Een nieuwe partij. Deed in Nederland, zeg ik uit mijn hoofd, op 5 of 6 plekken maar mee. Nederweert was een van de plekken waar het mee mocht doen. Hebben 3% van de stemmen gehaald. En je ziet GroenLinks had er 5%. En dat was genoeg voor een zetel. Hart voor Vrijheid haalde 3% van de stemmen. En dat was net niet voldoende voor een zetel. En dat betekent dat Karin van Dort en haar kompanen 4 jaar moeten wachten en wellicht dan weer mee kunnen doen. En natuurlijk de komende jaren, en dat is natuurlijk ook mooi aan de gemeenteraad, wel gewoon door middel van brieven de gemeenteraad erop kunnen wijzen dat ze misschien sommige dingetjes moeten aanpakken. Nou, daar gaan we achter komen. In Weert had je dat natuurlijk ook. Daar hebben uiteindelijk nu 7 partijen meegedaan. Er was eerst sprake van dat er een van de partijen ook nog een 8e partij mee zou doen. Namelijk de partij voor Weert. Theo Smolenaar is daar de drijvende kracht. De kartrekker. En zij maakte in januari bekend niet mee te willen doen met de verkiezingen. Omdat ze een aantal zaken achter de schermen nog moesten regelen. Online ging het als reactie daarop alle kanten op. Maar zij redden het niet en vonden het geen verstandig idee. Hoewel de partij voor Weert, ik heb met Theo Smolenaars ook nog even mogen praten, denk ik wel degelijk een tegengeluid zou zijn geweest. Iets heel anders dan wat we gewend zijn. Voor iedereen die afgelopen maandag op Weert FM TV het grote lijsttrekkersdebat heeft gezien, live vanuit het Munttheater.
die heeft gezien dat heel veel partijen het in Weert toch ook met elkaar eens zijn. Hè? En als je partijen vraagt, wat ga jij doen met wonen? Dat dan het antwoord is, ja, huizen bouwen. En hoeveel? Ja, zoveel als er nodig zijn. En al die dingetjes die wijzen zichzelf. En de Partij voor Weert die had volgens mij wel een ander verhaal gebracht. Maar goed, zij besloten in januari om niet mee te doen. Wij gaan schakelen. En wij schakelen naar het stadhuis van Nederweert. Of het stadhuis, het gemeentehuis van Nederweert. En daar staat burgemeester Op de Laak. Goedenavond. Goedenavond Jeroen, hallo. Nou, dit gemeentehuis hier, dat is de sporthal hoor. Maar ja, er was wel goed bewogen door de ambtenaren, maar ik sta hier nou toch in de sporthal. Want jullie gemeentehuis wordt verbouwd, hè? Ja, verduurzaamd. Dat is politiek correct woord voor verbouwd. Nou nee, verduurzaamd, dat is het belangrijkste doel. En in de slipstream vervangen we dan het meubilair van 40 jaar geleden. Dus daar hebben ze toen goed ingekocht en dat hebben we nu weer gedaan. En de nieuwe raad die aan gaat treden, die kan dan ook eigenlijk meteen vanaf april, mei gebruik gaan maken van dat gebouw. En in juli doen we een mooie open dag, dus dat is ook goed om dat even op Weert FM kwijt te kunnen. Zeker, ja, dankjewel. Hey, wat ik interessant vind vanuit het burgemeestersperspectief, je hebt de afgelopen jaren natuurlijk met dezelfde club mensen mogen werken. En ja, dat zou zomaar eens kunnen dat de komende 4 jaar hele andere mensen op die stoeltjes zitten. Hoe is dat? Hoe bereid je je daarop voor? En volgens mij staat de essentie van verkiezingen iedere 4 jaar. Deze club, mensen die zat er. Ik heb er veel aan te danken, want ze hebben de vertrouwenscommissie gevormd die mij aangesteld heeft. Dus ik hou ze zeer te vriend. En gelukkig zijn er ook weer heel veel mensen, partijen uit die rij, die nu ook weer kans maken om deel uit te gaan maken. Sowieso van de raad. Maar gaan alle partijen weer deel uitmaken die er al in zaten. En van de coalitie, dat gaan we allemaal zien. Het is interessant verlopen in Nederweert. We hadden 5 partijen die meededen voor deze verkiezingen en nu voor deze verkiezingen 7. Dus zeg maar de afgelopen 4 jaar 5 en nu 7. En van die 7 hebben 6 waarschijnlijk een raadszetel gehaald en Hart voor Vrijheid niet. En het zijn een beetje de verkiezingen van de restzetels geworden hier in Nederweert. Ja, we hebben hier inderdaad ook onze dataspecialist, onze stelling van Pythagoras, die hebben we er eens op losgelaten. En we hebben mooie dingen hier voorbij zien komen met hoe de verdeling inderdaad is. Maakt het je trots zo'n avond om iedereen zo bij elkaar te zien? Super, het maakt me heel erg trots hier op de uitslagenavond in de sporthal die we hier georganiseerd hebben. Nou, vanwege die verbouwing, maar ook nog vanwege corona, dat we lekker veel ruimte hebben. Maar de zaal is goed gevuld. Nou ja, er waren natuurlijk al 93 kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld voor een raadszetel in Nederweert. Die zijn er sowieso allemaal en ook hun families en andere achterbanners. Goeie sfeer. Ruim 140 mensen vandaag en de afgelopen dagen actief als vrijwilliger in de stembureaus. Dus de gemeenteraadsverkiezingen leven en hopelijk blijven ze ook leven. Dat gaan die 6 partijen en die 17 raadsleden gegarandeerd voor zorgen. Ja, en jij kreeg dus een hele nieuwe club mensen om mee samen te werken. Hoe ziet de planning er globaal uit? Ik hoorde net van Marten van Montfort dat zaterdag de partijen eerst eens een keertje met elkaar een kop koffie gaan drinken en eens even gaan nabespreken wat er gebeurd is. Wanneer is in Nederweert het doel dat de raad geïnstalleerd wordt? Nou ja, we hebben de enorme mazzel dat onze raad 4 jaar geleden zijn ze een beetje zoekende geweest van hoe gaan we die coalitiebesprekingen nou eigenlijk aanpakken. Dat heeft toen vrij lang geduurd, want de eerste 3 weken hebben ze daarover gepiekerd en toen ging het naar de inhoud. En nu hebben ze die evaluatie eigenlijk in november afgelopen jaar er goed bijgepakt. En zijn eigenlijk ook heel uitnodigend geweest naar de 2 partijen die voor de eerste keer meededen. En met z'n 7 hebben ze afspraken gemaakt, zoals bijvoorbeeld over die kop koffie die ze aanstaande zaterdag met elkaar drinken als partijen die een zetel gehaald hebben. En dan gaat het proces lopen. En nou ja, dan moeten ze er ook maar een keer uit zien te komen natuurlijk. Die eerste 3 weken hebben ze dan in ieder geval alvast gewonnen. Dus ver voor de zomer gaan wij volgens mij een interessante coalitie voorstellen aan de buitenwereld. Nou heerlijk, ben je er zaterdag ook bij als ze een kop koffie gaan drinken of laat je dat lekker aan de partijen over? Dat doen de partijen en dat vind ik ook een heel goed idee. Samen duiden, samen een beetje huilen, een beetje lol maken en ook elkaar recht in de ogen kijken en kijken wat je aan elkaar kunt hebben. Nou, ga lekker terug naar de leuke club mensen waar je super trots op bent. Maak er een hele leuke avond van en dank dat we je even mochten spreken. Dankjewel Jeroen. Dag. Dat was dan burgemeester Op de Laak in Nederweert. Ik zei het net al, ook spannend voor hun. Een hele nieuwe club mensen waar ze de komende 4 jaar mee mogen werken. En dat kan soms wel spannend zijn.
Bij mij is Lars aangekomen. Lars, hallo. Burgemeester Op de Laak in Nederweert heeft net ook kennis gemaakt met de stelling van Pythagoras. Dus mooie stelling. Dat gaat langzaamaan denk ik een beetje leven. Ik zie op het scherm staan Nederweert. Heb jij iets te vertellen over Nederweert? Klopt, je vroeg me net naar de stemmen van alle partijen eigenlijk gewoon in grote getallen uitgedrukt. Dus hoeveel mensen hebben op CDA gestemd, hoeveel hebben op de andere partijen gestemd? Ik ben even de archief ingedoken voor je. Laten we even bij het begin beginnen. Dit zijn dus de zetels die niet meer een prognose zijn, maar eigenlijk al definitief zijn. Mm-hmm. Er zijn dus 17 zetels verdeeld in Nederweert en dat zijn dus de rechterkolommen, de uitslagen van 2022. 6% minder opkomst, 60-54% van de kiesgerechtigden in Nederweert die kwam tevoorschijn. Daarvan 21 blanco, 17 ongeldig. Dat zijn kleine getallen als je het vergelijkt met bijna 7800 mensen die zijn komen stemmen dus in Nederweert. En als antwoord op je vraag, 2680 mensen hebben op het CDA gestemd. Als je dan snel kijkt, dat is denk ik ongeveer een derde van alle mensen die is gekomen. Ja, vandaar dus de 6 zetels, bijna een derde van de 17 zetels die beschikbaar zijn in Nederweert, die zijn naar het CDA daar gegaan. En de rest, ja goed, het verlopen, dat kennen we. Je vroeg me net ook naar de samenstelling en vooral naar coalitieverbanden. Laten we nog even kijken. In eerste instantie heel eventjes de lijst van de partijen die daar dus zitten. Dit zijn de partijen, excuseert u mij voor de GroenLinks die een ander kleurtje heeft dan dat ze horen. Ja. Maar anders zie je D66 en GroenLinks echt niet uit elkaar. Nee. Dit is dus de uitslag die nu definitief is. En die kunnen we in een coalitieverband gaan gooien. Dan gaan we die even naar de volgende slide. En hier zien we eigenlijk alle partijen samen, Jeroen. En dit is een moeilijke vraag. Eventjes, de coalitie is de meerderheid van de raadzetels samen. Die dan samen gaan bepalen hoe ze de komende 4 jaar Nederweert in dit geval gaan vormgeven. Exact. We hebben dus 17 zetels. Laat die procenttekens even weg. Die kloppen niet. Het zijn de getallen die er staan. Dat zijn het aantal zetels. En ook de wijziging ten opzichte van voorgaand jaar. Dus bijvoorbeeld CDA, 6 zetels. 0 ten opzichte van vorig jaar verloren of gewonnen. Mm-hmm. En voor Jan 4 zetels, 1 zetel verloren. Nou goed, nu kunnen we eigenlijk gaan kijken. We zien hier al een middenlijn in beeld. En die middenlijn die zegt, oké, we moeten 17 zetels halen. Nou, dat betekent dat je dus ongeveer 9 zetels moet hebben om een meerderheid te vormen. En dus eigenlijk een beslissing bijvoorbeeld door te kunnen drukken in een gemeenteraad. Mm-hmm. Nou goed, dan krijg je vraagstellingen als welke partijen gaan samen. Ik weet niet, heb je leuke ideeën? Nou ja, als ik dit zo zie, dan zie ik dat CDA en het jongerenakkoord Nederweert het met z'n tweeën al voor elkaar kunnen krijgen. Zeker, laten we die eventjes samenpakken. CDA, jongerenakkoord Nederweert, dat zijn 10 zetels bij elkaar. Dat betekent dus een meerderheid. 10 zetels, meer dan die 8,5 die eigenlijk nodig zijn om iets te mogen zeggen in Nederweert. Althans, met een grote meerderheid. Mm-hmm. D66 erbij bijvoorbeeld? D66 erbij. Dan zien we al dat er nog 2 bij komen. Dan zitten we dus al op 12 van de 17. Dit zou dus in theorie niet nodig zijn. Misschien als je Jan weg zou rekenen, zou je uitkomen op 8. 8 is dus te weinig. En dus zien we dat CDA en D66 geen coalitie kunnen vormen. Nee. In ieder geval met hun 2 samen. Met VVD erbij, 2 erbij, kom je dan op voldoende uit? Dan komen we op genoeg uit. En daarmee zou bijvoorbeeld de VVD inderdaad een coalitie vormen in Nederweert. Ja, wat grappig aan deze is, vind ik, het CDA en de VVD hebben de afgelopen 4 jaar in de oppositie gezeten. Hebben dus niet mee bepaald wat ja, Nederweert. Exact. En die zouden dus nu met z'n tweeën en D66 samen dus gewoon de coalitie kunnen vormen. Dat zou zeker kunnen. Ik denk dat deze uitslag in Nederweert niet verrassend hoeft te zijn, maar in ieder geval wel voor een beweging kan vormen. Als er inderdaad bijvoorbeeld wordt gekozen om eens een keertje andersom te gaan denken. Ja. Coalitie en oppositie omwisselen. Ja, nee, heel interessant. Dat vanuit Nederweert. Ja? Ik heb ook Weert voor je als je wil. Ja, graag. Dan gaan we daar even snel naar wisselen. Dat is helemaal goed. Hoop ik dat de regie mij even de kans geeft om te wisselen. Dat te doen. Dat is helemaal gebeurd. Goed. Mooi, dan gaan we naar de uitslagen van Weert toe. Dit is Weert op het moment. Dan weet ik niet of achter de schermen ondertussen alweer het een en ander veranderd is. Maar de tussenstand voor nu. Zien we dat dit eigenlijk de beweging is die we nu kunnen stellen. Dus Weert, bijna een verdubbeling van het aantal stemmen. Althans, procentueel gezien ten opzichte van voorgaande editie. CDA gedaald, VVD nog steeds die lichte stijging die we ook bij Weert lokaal zien. D66 een kleine stijging, PvdA. En eigenlijk allemaal ten koste van het CDA en de andere kleine stemhoeveelheden. Ik zie wel, dus Weert stond toen we begonnen op 20% en die zijn nu wel terug naar 18%. Dus het verandert wel een beetje.
klopt. En ik denk dat je dat soort extremen snel zal zien bij de kleine stembureaus. Die zijn ook vaak makkelijk geteld. Mm-hmm. Dat zal allemaal wat gekke ruis geven op de gemiddeldes. Langzaam, nu we meer en meer erin komen. Ik denk dat we hier ook al over de helft van het aantal stemmingen zijn. Ik denk nog wel meer. Dan begint het gemiddelde zich een beetje duidelijk te maken. Zul je ook zien dat het aantal zetels absoluut minder wijzigt. Hier zien we GroenLinks nog steeds die 5%. Dat zou dus genoeg zijn voor een zetel. Wat voor de nieuwe lijsttrekker natuurlijk bijzonder knap is als hem dat zou lukken. Ja. Laten we heel even kijken naar wat het met de zetels doet. Een prognose van het aantal zetels. Weer lokaal daalt, CDA daalt met 2. VVD zou mooi gelijk blijven en dus Weert zou bijna verdubbelen. Een mooie prestatie van Connie Beenders met de partij. D66, PvdA blijven gelijk, GroenLinks. Dat is dus precies die zetel waar we net over hadden. Maar nog hier blijft dus ook die restzetels. Ja, eigenlijk pas op het eind van de avond, dat zagen we net ook bij Nederweert. Dan komen die pas duidelijk en dan weten we pas hoe we eigenlijk eindelijk richting de coalitie of oppositie gaan zitten. Nou, we zijn nog lang niet klaar hier. Je hoeft nog lang niet naar bed. Absoluut niet. Dus we zitten hier nog even. Ja, ik zou nog wel een bakje lusten. En zo gaan we dus inderdaad lekker. Dankjewel Lars voor weer een fijn stukje duiding. En zo krijg je dat de hele avond. Inmiddels een uur en 40 minuten lang al brengen we de uitslagen van Weert en Nederweert op tv. Nederweert dus al definitief. Daar is het CDA het grootste. In Nederweert 54% van de mensen die mag stemmen is ook daadwerkelijk gaan stemmen. 54% van de mensen die het envelopje in de bus hebben gekregen, die hebben ook gestemd. Ik ga schakelen naar het gemeentehuis in Weert. Daar staat Suzanne Winters namens Weert Lokaal. Suzanne, goeie avond. Goeie avond, Jeroen. Ja, jij zal wel blij zijn, of niet? Ja, ja, het is een ontzettend mooie uitslag tot nu toe. Dus we zijn heel benieuwd wat de einduitslag gaat worden. Ja. De mensen in mijn omgeving, die, waar ik het over mee samen had over de gemeenteraadsverkiezingen, die zeiden mij, ja, pas maar eens op, want dat Weert Lokaal dat zou nog wel eens flink kunnen gaan inleveren. Die hebben heel erg veel gebouwd op Geert Gabriels, die zit nu in de provincie. Die gaan mijlenver achter komen, die gaan verliezen. En dan kijken ze naar vanavond. Wat zegt het jou? Nou ja, mijlenver verliezen. Wij hebben altijd geroepen dat we toch het prachtig zouden vinden als we de grootste fractie zouden kunnen blijven. Geert heeft fantastisch werk gedaan de afgelopen jaren, maar we hebben dat ook als partij gedaan natuurlijk. En we hebben een super partij. Je hoort hier op de achtergrond misschien een beetje. We hebben een lijst met 44 kandidaten gehad, waar ik ontzettend trots op was. Dus ja, ik ben ontzettend blij met wat we tot nu toe gezien hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hoe spannend is het dat nog niet alles binnen is? Ja, natuurlijk nog super spannend. Kijk, en het gaat natuurlijk ook spannend zijn voor wie er voor Weert Lokaal morgen per persoon in gaat komen. Wij zijn natuurlijk een partij waar we kijken naar de meeste stemmen. Dus dat wordt voor Weert Lokaal zeker ook spannend. Oké. Okay. Hoe heb je geslapen vannacht? Was dat nog spannend? Of zeg je, joh, ik draai me na zoveel jaar daar echt naar mijn hand niet meer voor om? Nee, het is niet dat je je hand er niet meer voor omdraait. Het is een marathon. Ik heb campagne mogen voeren. Ik ben PR-voorzitter geweest voor de afgelopen 10 jaar voor Weert Lokaal. En ja, we hebben een hele mooie campagne weten te draaien. Dus ik heb wel goed geslapen, maar het is toch altijd spannend hoor. Ik denk dat dat voor iedere partij geldt. Wat denk je dat jullie nou zo steeds de grootste maakt? Nou, we zijn een partij die heel bevlogen is. We staan midden in de maatschappij. We hebben een grote gedragen club mensen die ontzettend positief in de wedstrijd zitten. En we kijken echt met vertrouwen naar de toekomst. Ja, wat drijft jou in de politiek? Wat zorgt ervoor dat je iedere keer met plezier naar die gemeenteraadsvergadering toe gaat, richting dat gemeentehuis, op die stoel gaat zitten en met hart en ziel meedoet? Nou, wat ik al vaker zeg, het gaat er niet om wat we in dat huis zeg maar allemaal doen, want we doen het voor de mensen buiten. En je ziet gewoon dat we in de afgelopen 8 jaar ontzettend veel voor Weert hebben kunnen betekenen als Weert Lokaal. En daar ben ik ontzettend trots op. En dat maakt raadswerk wel heel waardevol. Het is een zware taak, het is veel werk, maar het is ook echt heel waardevol. Ja, het blijft echt een erebaan. Ja, is het idee van Weert Lokaal ook om bijvoorbeeld nu de coronaperiode achter ons lijkt te zijn, hè? We moeten wel de slag om de arm houden, maar om ook weer wat meer de straat op te gaan en de inwoners van Weert op te gaan zoeken? Absoluut, ja, dat hebben we wel ontzettend gemist. Wij hebben als Weert Lokaal
met een grote fractie digitaal moeten vergaderen de afgelopen jaren. Dat was moeilijk. Dat maakt vergaderen dat natuurlijk ook lastiger. Want je hebt wel een mening die je met z'n allen zeg maar, uit wil dragen en je wil elkaar ook goed horen. Maar wij willen absoluut weer meer de straat op en meer de mensen ontmoeten en ja, meer buiten zijn en met elkaar kunnen praten. En je ziet dat ook. We hebben afgelopen campagne hebben we het lokaaltje gehad. Dat was in de Maasstraat. Daar hebben we ontzettend veel mensen gesproken. Onze 44 kandidaten zijn overal in de wijken te vinden geweest. En dat willen wij natuurlijk zo graag, het liefst mogelijk doorzetten. Ja, absoluut. Ja, ja gaaf. Hey, en dan gaan jullie, komen jullie er binnenkort achter. Hoe gaat dat dan? Gaan jullie de uitslagen gezamenlijk delen? En dan laten weten bij iedereen bij elkaar is, nou dit worden de mensen in de raad. Wordt dat een mailtje? Wordt dat eerst iedereen even persoonlijk opbellen van, hey, gefeliciteerd. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, nou, vanaf morgen zijn de uitslagen bekend dan. En dan zal er inderdaad gebeld worden. En we zullen weer bij elkaar komen. En dan gaan we kijken wie dat de kandidaten zijn voor de komende tijd. En dat wordt heel spannend, ja. Vind jij dat dan voor jezelf ook nog spannend? Want je zit al zoveel jaren in de raad. Je staat nu op nummer 2 op de lijst. Het zou ook in theorie kunnen betekenen dat jij er niet op komt. Ik acht de kans klein, maar toch. Is dat dan nog spannend? Het blijft spannend. Ik vind het ook nog altijd een eer als mensen tegen me zeggen van nou, ik ben naar het stembureau gegaan en ik heb dat hokje voor jou rood gemaakt. Want ja, iemand moet er toch maar moeite in doen om zich en in de partij te verdiepen. En dan ook nog zeggen van ik gun jou het vertrouwen. Dat is echt bijzonder. Ja. Ja, Suzanne, dankjewel. Ga er een hele leuke avond van maken. Ik begreep net dat de totaaluitslag van Weert volgens mij ook binnen lijkt te zijn. Dus die gaan we zo meteen op tv ook brengen. Ik wens jou een hele fijne avond en ga lekker feest vieren. Ja, dankjewel. Goed zo. En wij schakelen naar Nederweert. Daar staat, ik weet eigenlijk niet of die zit of staat, Antoine Hekers namens het CDA. Antoine, goeie avond. Ik ben maar gaan zitten, ja, dan ben ik wel kleiner. Nee, ik sta echt. Hey, goedenavond. Antoine, de grootste partij van Nederweert. Ja, dat is gelukt om in ieder geval gelijk te blijven. En daar zijn we heel blij mee. Daar zijn we ook trots op. We hebben een hele mooie campagne gehad naar de verkiezingen toe. We zijn nog bij jullie te gast geweest op maandag. Ook dat verliep heel goed. Ik kan zeggen, het is allemaal heel goed verlopen. En nu de uitslag, die zit ons ook mee. Ja, maar wat tof. Afgelopen 4 jaar hebben jullie vanuit de oppositie gewerkt. Maar ja, nu je weer de grootste bent, Antoine, ze kunnen niet meer om je heen, toch? Nee, dat dachten wij 4 jaar geleden ook. Dus we hebben afgesproken met alle partijen dat wij zaterdag bij elkaar komen. De grootste partij levert een voorzitter voor die dag. En dan gaan we kijken hoe dat we het allemaal kunnen gaan invullen met de coalitievorming. Dus dat gaan we echt even afwachten. Ik ga daar nu geen uitspraak over doen, als je dat probeert te vragen. Maar dat snap je wel. En we gaan even kijken hoe dat de andere partijen reageren op deze uitslag. Er is wel het een en ander gebeurd, ook bij de andere partijen. Bijvoorbeeld VVD heeft er toch een zetel bij gekregen. Dat was ook een oppositiepartij, de enige partij die gegroeid is wat dat betreft. En dat heeft er allemaal mee te maken. Dus wij gaan morgenavond met onze eigen kandidaten en bestuur bij elkaar zitten en de uitslag bespreken. En dan wachten we tot zaterdag. En dan maandag dan komt de kiescommissie met de officiële uitslag. Dus eigenlijk is het allemaal nog onder voorbehoud. Dus we gaan het zien. Ja, we hebben hier net in de studio zelf al eventjes een coalitie voor jullie berekend. Als je wil, dan stuur ik je dadelijk wel even wat A4'tjes op, wat scans van wat mogelijkheden die jullie hebben. Altijd welkom, dan kunnen we dan kijken of we daar wat mee kunnen. Hey, wat is nou, denk je, wat in Nederweert waar de mensen op gestemd hebben voor het betreffende CDA? Dat zei ik toen al in december op de persoon. We zijn toch een volkspartij. In alle kernen zijn we vertegenwoordigd. Op zich, ook nu weer merk je dat voor de verkiezingen, tijdens het hele campagneverhaal, als je mensen spreekt, telefonisch of hoe dan ook, onderweg op straat tegenkomt, hoe dat de stemming onderweg al is, zal ik zeggen. Je hoort links en rechts, omdat je nog in die vereniging vertegenwoordigd bent met al die kandidaten, hoe dat daar over de politiek gesproken wordt. En dat alles, dat geeft je dan al het gevoel dat het wel goed zal zitten. Maar het zijn verkiezingen, hè. We zien nu ook dat het,
dat de opkomst zeer laag is. En we hadden 2 partijen extra. Dus je weet ook niet wat die gaan doen. Dus, en we hebben maar 17 zetels te verdelen. Als je dan 7 partijen hebt, dan ga je ze echt goed verdelen of gelijk verdelen. Ja, dan wordt het helemaal versnipperd. Dus wij zijn als partij in ieder geval blij dat dat zo de uitslag heeft plaatsgevonden. Ja, heerlijk. Nou, ga vanavond lekker feest vieren. Morgen lekker met de partij uit eten en er lekker over keuvelen. En dan zaterdag met de rest eens eventjes nabespreken wat er nou eigenlijk allemaal is gebeurd. Ga vanavond genieten. Dankjewel dat je even voor de camera wilde komen. En we spreken elkaar snel. Graag gedaan. En jullie ook bedankt, hè. Goed, Antoine. Dankjewel. Ja, oké, joh. En dat was dan Antoine Hekers namens het CDA, de grootste partij in Nederweert. Lars van der Werf is de studio ingekomen. En Lars, volgens mij heb jij iets moois te melden uit Weert. Dan weet je dat het serieus begint te worden als ik er knikkend bij sta zo snel. Ja. Dan is het klaar. Ik heb je net hier 3 keer voorbij zien komen rennen. Vertel, waar ben jij mee bezig geweest? Checken, valideren en zorgen dat alles compleet is. Want de uitslag in Weert, die is definitief. Althans, de restzetels zijn verdeeld. En dat betekent voor ons eigenlijk maar één ding. Dan kunnen we gaan zeggen wat de zetelverdeling is in de zaal in Weert. Laten we gaan kijken. De gemeenteraad van Weert 2022. De verkiezingen. Dit is de uitslag die voorlopig zo is. Er is nu een telling geweest. Laten we duidelijk zijn. Die wordt natuurlijk herteld. En uiteindelijk wordt die ook de komende dagen per persoon verdeeld. Maar dit is per partij de verkiezingsuitslag. Dat betekent dat Weert lokaal is gestegen. 1 procentpunt. In CDA 4 procentpunten omlaag. VVD procentpunt gestegen. En dus Weert verdubbeld. 9 procentpunten erbij. Een enorme prestatie van de partij van Connie Beenders. D66, 1 procentpunt erbij. PvdA, die zijn, nou goed, je kunt zeggen 50% toegenomen. In ieder geval in het aantal stemmen netjes gedaan. En ja, GroenLinks, toch nog een procentpunt meer dan dat we net zeiden. Het was net al 5% van de stemmen. Nu ondertussen al 6%. Maar goed, stemmen zijn stemmen. We willen de zetels eigenlijk weten. Zeker. De zetelverdeling in de gemeente Weert. Voor Weert lokaal blijft die gelijk. Voor CDA gaat er een derde vanaf. 2 zetels verliezen ze. VVD, plus 1. Dus Weert, verdubbeling van 3 naar 6 zetels. Is dat dan bijvoorbeeld die restzetel? Die zijn er nu bij, want ze stonden net heel lang op 5. Exact, die hebben ze gehaald. En D66 hetzelfde, zie ik. Ja, klopt. En je ziet inderdaad dat D66 er 2 haalde. PvdA 1 en GroenLinks prestatie, die is gelukt. 1 zetel voor de nieuwe partijleider daar. Die samen dus zorgen voor 31 zetels. 31 de zetels in plaats van 29. Dat betekent dus sowieso dat ze 2 nieuwe zetels moeten gaan bouwen in de zaal. Maar ook dat er coalities gebouwd kunnen worden. Nou goed, laten we daar nog eventjes naar gaan kijken. Nadat we hebben gezien hoe het verloopt. Dit is 2014, daar zijn we al lang voorbij. Dit is 2018, daar zit bijvoorbeeld nog een SP bij. 2 lege zetels die we nu gaan invullen. En 2022, de uitslag is compleet. We zien dus de verdeling. En de verdeling verraadt al een kleine coalitie mogelijkheden. Let wel even op dat rechtsonder zowel D66 als GroenLinks zit. Die 2 bolletjes in de ene laatste rij, zeg maar, dat is D66. En rechtsonder is GroenLinks. Maar goed, dit zijn de officiële partijkleuren. Dit is in ieder geval de zetelverdeling die volgt uit de stemming die nu per partij heeft plaatsgevonden. En de telling daarbij. Laten we even gaan naar de coalitiebouwer. Ja. En het is moeilijk om te zien, dat komt omdat in Weert dus 31 zetels te verdelen zijn. Dat betekent eigenlijk dus 15,5 zetel per, per coalitie die je moet halen. Dan zit die lijn zit eigenlijk nu op het scheidingsvlak van groen en oranje. Ik zal hem eventjes je ziet hem daar zitten. Ja. Nou goed, dat is een klein foutje van ons systeem. Je moet ervan uitgaan tot op het moment dat die groene lijn gehaald is, dat je een meerderheid hebt. Je kunt tenslotte ook geen halve zetel hebben. Nee. Maar laten we eens even kijken. GroenLinks die valt daar rechts net nog op het randje. Mm-hmm. Maar goed, er zijn coalities mogelijk. Ik weet niet of je een voorkeur hebt. Doe eens even, zet eens wat uit. Weert lokaal moet natuurlijk meedoen. Mm-hmm. Want ja, de grootste, daar ga je wel vanuit. Ik vind dus Weert met het flink aantal dingen wat ze gehaald hebben. En dan zie ik... Weert lokaal en dus Weert, dat zijn er al 18... Ja, en 18 van de 31, dat betekent dat je ruimschoots over de helft zit. Dit zou dus al een 2-partijige coalitie kunnen zijn. En daarmee dus regerend in de gemeenteraad in Weert. Mm-hmm. En als ze de kleine partijtjes eens bij elkaar zetten, dus, wat kunnen zij halen? GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66. Zet de VVD erbij en het CDA, halen zij dat zonder deze?
Zo samen, en dan hebben we dus niet over dus Weert en niet over Weertlokaal, komen wij niet aan die grens. Dat is natuurlijk ook logisch op het moment dat Weertlokalen dus samen eroverheen schieten. Maar dat betekent dus dat zonder deze twee partijen er geen coalitie mogelijk is. En dat is toch wel een conclusie die zijn gevolgen gaat hebben uiteindelijk in de gemeenteraad in Weert. Ja, interessant man. Wat tof. Dus we kunnen wel stellen, Weertlokaal de grote winnaar. Ja, laten we ze er nog even bij pakken. Weertlokaal de grote winnaar. We kunnen nog één keer in de grote zaal zien. De grote zaal van 2022. Weertlokaal met meer dan genoeg zetels om een mooie stappen te gaan maken vanaf 2022. Wat ik net zei, vanaf de komende dagen ook de uitslagen per persoon. Dan weten we natuurlijk welke poppetjes op de juiste stoelen gaan zitten, ja, in de gemeentezaal in Weert. Maar voorlopig is dit de partijuitslag die vanavond bekend is. Nou, gaaf zeg Lars, dankjewel. Toch fijn dat er iemand is die fijne duiding geeft. Lars, thanks. Zie ik jou dadelijk nog terug? Kom je nog terug voor iets? Uiteraard. Jij gaat nog eventjes in alle cijfertjes duiken. We gaan eens even kijken of er nog meer statistieken bij komen. We hebben net van Nederweert gezien natuurlijk wat de getallen per partij zijn. Wat is er nou gestemd? Nou goed, die kunnen we natuurlijk ook voor Weert gaan bekijken. Ja. Hoe is de verdeling? Hebben we ook veel blanco stemmers? Bijvoorbeeld stemmers die daarmee een punt proberen te maken. Blanco stemmers, natuurlijk ook ongeldige stemmen. Nou goed, dat kan nog wel eens gebeuren. Zeker met zoveel stembureaus die in Weert plaats staan. Daarover dadelijk meer. Nou, helemaal gezellig. Ik zie jou zo dan nog eventjes terug. Dankjewel. En ik zeg ook dankjewel tegen Bianca voor een nieuwe koffie halen. Ik bedoel, het gaat toch door. Ik mag schakelen met Nederweert. Daar staat van een nieuwe partij, Karen van Dort. Karen, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Ja, hoe waren die eerste verkiezingen? Nou, het was spannend, denk ik, toch tot het laatste moment. We hadden echt geen flauw idee wat ons te wachten zou staan. En of wij wel of geen zetel zouden krijgen. We hebben het wel met een groep mensen gedaan die met heel veel enthousiasme ermee bezig zijn gegaan. We hebben een ongelooflijk leuke groep bij elkaar geformeerd. En ja, iedereen heeft ook zijn kennis en zijn ervaring ingebracht. Dus het was wel een hele mooie ervaring voor iedereen in onze groep. En wat dat betreft hebben we wel, zeiden we eigenlijk al voordat we deze avond in, we hebben eigenlijk al gewonnen. Maar we hebben gewonnen doordat we met elkaar waren en dat we met elkaar iets moois hebben neergezet. Ja. Ja. Hoe was dat zo voor de eerste keer je eigen naam op een stembiljet zien staan? Nou, dat vond ik wel een hele ervaring, moet ik zeggen. Ik had dat ook, als je me dat 4 jaar geleden had gevraagd, had ik ook gezegd van nee, never nooit. Maar ja. Ja, heerlijk. En dan met zo'n fijne club mensen dat samen doen. Jullie hebben je eigen geluid laten horen in Nederweert. Ik denk een geluid wat er heel lang niet is geweest. Moet toch ook lekker zijn dat mensen dan naar je toe komen en zeggen, oh, ik ben eindelijk blij dat gelukt is. En we hebben het even bij elkaar opgeteld. Er zijn toch 238 mensen geweest die hebben gezegd, hé, maar wacht even, dat Hart voor Vrijheid, dat is ons ding. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een hele mooie opsteker sowieso. En wat ik merkte in de debatten ook wel die we gevoerd hebben, dat er een aantal punten die we naar voren gebracht hebben, dat die ook door de andere partijen overgenomen werden. En die zag ik in de volgende debatten, daarop volgend, zag ik die weer terugkomen. Dus ik denk, oké, mensen hebben wel het nieuwe geluid gehoord. Die hebben wel geluisterd naar wat wij ingebracht hebben. En nou, ik hoop ook dat dat voortgang gaat krijgen in de komende 4 jaar. Ja, ja. Hoe gaan de komende 4 jaar voor jullie eruit zien? Nou, we gaan in eerste instantie eens even goed met elkaar om de tafel zitten. Hoe gaan we nu verder? We hebben wel met elkaar besloten, we gaan verder. Maar hoe, dat moeten we nog eventjes goed gaan bekijken. Maar ik denk zeker, we hebben nu een aantal contacten ook met mensen in de raad. We hebben ja, mooie ideeën. We hebben ook heel veel ervaring opgedaan. Dus ik denk dat we daar ook wel goed een standpunt kunnen bepalen van hoe we dus voortgaan. Ja. Ja, nou ja, mag ik je in ieder geval voor nu nog een hele fijne avond wensen. Ga ook zeker genieten van het feit dat er 238 mensen het bolletje rood hebben geklold. Rood hebben gekleurd bij Hart voor Vrijheid. Drink er gezellig eentje op en beraad maar eens goed samen van welke kant jullie verderop willen. Karen, dankjewel. Jij ook bedankt, Jeroen. En fijne maak er een mooie avond van. Ja. Dag. Dankjewel. Wij kunnen schakelen naar het gemeentehuis in Weert. En daar is Peter Mols. Peter, goedenavond. Goedenavond, Jeroen. Dag. Hey, ja, vertel eens. Van 6 naar 4 lijkt het nu. Wat doet dat met Peter Mols? Nou, verliezen is nooit fijn. We willen eerst natuurlijk de winnaars feliciteren. We hadden echt ingezet op behoud van die 6 zetels.
kleine winst. Daar waren we heel blij mee geweest. Zeker omdat we van 29 naar 31 te verdelen zetels gaan. We hebben heel veel kandidaten die midden in de wereldsamenleving staan en zitten. Heel actief zijn. Dus in die zin teleurgesteld. Dat is heel duidelijk. Ja, de goede journalist Emme die vraagt dan... waar komt dit door? Wat vinden mensen bij andere partijen belangrijker of interessanter dan bij het CDA? Ja, dat is ook een goede vraag. Die stellen wij onszelf ook. Wij zijn de afgelopen 4 jaar heel erg positief kritisch geweest. We hadden met Tessa een goede wethouder in het college. En als fractie zijn we altijd heel kritisch geweest. Dat is ook heel belangrijk. Onze rol als volksvertegenwoordiger hebben we goed opgepakt. En dat blijven we ook oppakken. Dan is het toch misschien iets te oppervlakkig. En we willen echt de kiezer ook oproepen. Ga die politiek volgen. Blijf dichtbij. Blijf ons volgen. Dat is heel belangrijk. Je zag landelijk bij de verkiezingen, zag je op een gegeven moment dat er werd gezegd, oké, we hebben verloren. En dat betekent dat we ook even pas op de plaats maken voor wat betreft meepraten over de coalitie. Wat is het eerste gevoel wat het in je oproept? Toch nog steeds, wij willen meepraten als oproep naar de anderen toe? Of zeg je, ja, misschien is het ook wel even netjes voor ons om eens even af te wachten en te hopen dat te wachten tot misschien partijen ons erbij vragen? Ja, dat is een beetje prematuur, maar... Natuurlijk, we zitten op de reservebank. Hè. Wij zitten niet achter het stuur. Dus wij moeten dat afwachten. We hebben morgenavond komen met alle kandidaten komen bij elkaar. En dan zullen we onze positie gaan bespreken, Jeroen. Ja, zo duidelijk is dat. Ja, ga je er wel nog een leuke avond van maken samen? Het is toch het feestje van de democratie? Ja, dat is wel heel belangrijk. Ik heb dat de afgelopen maandag ook in het debat gezegd. We leven op dit moment in een heel andere wereld. Heel anders dan weken geleden. En het is heel goed dat mensen zijn gaan stemmen. 50% grofweg. Dat moet veel meer zijn, want democratie is een feestje. En 2000 kilometer verderop zien we hoe het niet moet. Dus mensen die gestemd hebben, heel goed gedaan. En over 4 jaar is er een heel sterk CDA en dat kan ik bij deze al beloven. Nou, dan aan die belofte ga ik je houden. En tegen die tijd gaan we dit gesprek nog eens een keertje terugluisteren. Peter, dankjewel. Maak er een leuke avond van. En doe de groetjes aan de rest van de fractie. Dat doe ik, Jeroen. Dankjewel. Goed zo, Peter. Dankjewel. En zo vordert de uitslagenavond. Kreeg om de ene uitslag naar de andere. Kwam vanaf een uur of 10 kwam dat binnen. Dat was sowieso leuk. We zitten nu op 12 uur. En de uitslagen zijn definitief in Nederweert en Weert. Nederweert de grootste partij, het CDA. In Weert de grootste partij, Weert Lokaal, de grote winnaar. In Weert dus Weert, de opvallende tweede partij. En Lars van der Werven is terug de studio ingekomen. Lars, jij hebt weer iets prachtigs te vertellen. Nou goed, ik heb je toch iets beloofd. Een belofte maakt schuld. Ja. Even het aantal stemmen per partij. We hebben de zetelverdeling in Weert. Die staat groot op het scherm. Dat is de definitieve uitslag waar we nu naar kijken hier in de regio Weert. Toch, de stemmen, en zeker op de partijen die wat kleiner uitvallen, dus aan de rechterkant hier in het spectrum staan, daar zijn de verschillen maar minimaal. Als ik bijvoorbeeld een D66 pak, die staan op 1122 stemmen. En als we dan kijken naar bijvoorbeeld PvdA, die hebben dus de 1, 2 en de andere 1 zetel. Nou goed, dat scheelt praktisch 50, 60 stemmen. Oh joh, 50, 60 stemmen. En dat betekent dus een zetel gewoon in de partij, of in de gemeenteraad, die vervalt en naar D66 gaat in plaats van de PvdA. Voor je beeld, PvdA, GroenLinks scheelt 5 stemmen in totaal. Nou, die waren dus samen aan het strijden, samen met D66 voor die laatste, die derde zetel die daar is verdeeld. Nou goed, opkomstpercentage, ik mag er niet veel mening aan geven, maar ik vind het triest. Van 54 gedaald naar 45%, onder de helft van de kiesgerechtigden die is komen opdagen. Nou goed, dat is een flinke daling die we natuurlijk hierin zien. 45,2% van de mensen die zijn komen opdagen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Voor jouw beeld, dat zijn er 18.630 ergens iets in volgens mij 45.000 mensen die zijn gerechtigd om hier in de gemeente Weert te stemmen. Blanco en ongeldig blijf ik je schuldig. Die wordt door de gemeente Weert pas later vrijgegeven. Daar kunnen we nu nog niet bij. Zal de komende dagen ook wel gebeuren, samen natuurlijk met de uitslagen van de personen die op deze zetels mogen gaan zitten en die we dus gaan zien in de komende 4 jaar in de gemeenteraadzaal van Weert. Ja, gaaf. Dankjewel, Lars. Jij ook. Ik ga schakelen naar het gemeentehuis in Weert. Daar staat namens de VVD Weert Wendy van Eyck. Wendy, goedenavond. Goedenavond. Ja, of inmiddels mogen we zelfs zeggen goedenacht. Het is 12 uur geweest. Een hele lange avond. Wat is het eerste gevoel wat bij je leeft?
Nou, op de allereerste plaats gefeliciteerd aan Weert Lokale. Ze zijn weer de grootste partij geworden. Ze hebben stand gehouden en de winst van Dus Weert is prijzenswaardig. Dat hebben ze ontzettend goed gedaan. En in de trend van de opkomst van, ik noem het maar, de lokale partijen, hebben we als landelijke partij toch onze positie wel behouden. En zoals het er nu naar uitziet, een zeteltje winst. Dus ik ben daar op zich tevreden mee. Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat is het VVD-geluid waar Weert dus blijkbaar toch nog steeds op zit te wachten? Nou ja, ik denk dat we als de Weert en VVD de afgelopen jaren hebben laten zien dat we het verschil kunnen maken. We hebben mooie resultaten geboekt, ook in de samenwerking met het CDA en met Weert Lokaal. Dus we zijn een partij die wel durft aan te pakken en ook durft te besturen. En ik denk dat de kiezer dat dan toch ook gewaardeerd heeft. Ja, willen jullie automatisch meepraten over de coalitie? Nou, het is nu aan Weert Lokaal om dat initiatief te nemen en we wachten de gesprekken af. En van daaruit gaan we kijken welke rol we in de aankomende gemeenteraad gaan innemen. Maar je band met Martijn van den Heuvel en Suzanne Wilders is goed genoeg om eens een keer een kop koffie te gaan drinken, toch? Ik ga met iedereen een kop koffie drinken als dat gevraagd wordt. Ja. Hoe ziet nou de rest van de avond eruit? Is het nu nog gezellig wat drinken en iedereen die gaat wanneer die wil gaan? Nou ja, wij gaan inderdaad langzaamaan opbreken, zoals we dat dan noemen. Wij komen morgenochtend om 10:00 weer bij elkaar met in ieder geval de kandidaten van de lijst. Om ook kennis te nemen van de uitslag per kandidaat. Want dat gaat natuurlijk ook bepalen wie er uiteindelijk straks in de gemeenteraad gaat komen. En op basis daarvan gaan we volgende week weer lekker aan de slag. Nou, heerlijk. Ik zou zeggen, maak er een hele leuke avond van. Doe de mensen daar de groeten van Weert FM. En wij gaan elkaar snel nog een keertje spreken. Helemaal goed, dankjewel. Wendy, dankjewel. Wendy van Eyck namens de VVD in Weert. Ja, dan kijken we nog een keertje naar de definitieve uitslagen. Ze zijn inmiddels binnen, Weert, Nederweert. Ik had zelf eerlijk gezegd verwacht dat het pas later zou zijn. Maar de stemmen zijn snel geteld. En dat betekent dat we kunnen zien dat Weert Lokaal de grootste partij is in Weert. 12 zetels. Dus Weert tweede grootste met 6. Dan hebben we de VVD met 5. Het CDA mist er 2. In vergelijking met 4 jaar geleden en blijven op 4 achter. D66, 2 zetels. De Partij van de Arbeid, 1 zetel. En GroenLinks, nieuw in de gemeenteraad in Weert. Davino Karig, hard zijn best gedaan. En die krijgt daar 1 zetel voor terug. En dan hebben we ook de definitieve zetelverdeling uit Nederweert. Daar hebben we het CDA, de grootste partij, 6 zetels. Het Jongerenakkoord Nederweert, 4 zetels. Nederweert anders flink verloren, 2 zetels over. D66, 2 zetels. De VVD in Nederweert, 1 zetel erbij. En ze hebben er 2. Hart voor Vrijheid hebben het niet gehaald. Het scheelde een minimaal aantal stemmen. 0 zetels. 238 mensen die op hun gestemd hebben. En GroenLinks, die redden het aan de andere kant net wel. 5% van de stemmen. En die komen op 1 zetel uit. Ja, en zo gaat het door en zo blijven we langzaamaan nog een beetje lekker wachten op dat we zometeen nog wat mensen kunnen spreken. Er zijn namelijk nog wel wat interessante mensen te vinden op beide gemeentehuizen. En daar rennen nog steeds mensen heel hard rond om ze voor de camera te trekken. Ja, en dan wordt het leuk. En dan gaan de komende weken zien er dan wel interessant uit. De gemeenteraad, zoals we hem nu de afgelopen 4 jaar kennen, die zal nog een aantal weken aanblijven. Die krijgen over een paar weken krijgen die dan een vergadering waarin dat ze officieel worden ontbonden. En dan start de dag daarna de nieuwe gemeenteraad. En hoe ziet dat er dan uit, dat proces? Je moet je dit bij voorstellen. Er moet een programma komen. Er moet op papier komen te staan welke partijen gaan samen aan welke inhoud werken. En dat kan niet alle partijen samen tegelijkertijd doen. Want ja, dan kun je net zo goed geen verkiezing houden. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan samen kopjes koffie drinken. Dus als je binnenkort lijsttrekkers met elkaar ergens in de stad of op een terras in het dorp een kop koffie ziet drinken, dan kun je er bijna van uitgaan dat ze samen aan het praten zijn over de toekomst van de gemeente. Ik zou zeggen, ga dan lekker aan tafel erbij zitten en ga mee het gesprek in. Maar dat is dus leuk. Die gaan dan samen in gesprek en op een gegeven moment hopen ze dan, nou, met een meerderheid van een aantal zetels, kunnen wij op hoofdlijnen dit plan gaan uitvoeren. En dan kunnen ze dat op 2 manieren doen. Of ze werken het helemaal tot in detail uit en dan gaan ze helemaal uitschrijven, nou, dit willen we, dit willen, dit willen, dit willen. Of, en dat heb ik lijsttrekkers onderling ook horen zeggen, natuurlijk allemaal top secret. Maar wat ik ze ook heb horen zeggen is, misschien moeten we eens een programma maken op grote lijnen.
in grote lijnen, qua klimaat, grote lijnen willen we dit. Qua wonen willen we dit. En de uitvoering daarvan en op welke manier dat wordt gedaan, dat volgt dan later. En dat zijn manieren waarop dat kan gebeuren. In Nederweert gaan ze zaterdag gaan alle lijsttrekkers gezellig samen een bak koffie drinken. En in Weert wordt er eerst eens gekeken van joh, hoe zit het allemaal? En ook daar zal in de komende dagen het een en ander uitwijzen. Ik ga schakelen naar Sportcentrum De Bengelen. Ik had nooit gedacht dat ik dat nog ooit zou zeggen. Sportcentrum De Bengelen in Nederweert. Jorik Frans namens de Nederweerter VVD. Hallo. Goedenavond Jeroen, hallo. Hey Jorik, jij moet een van de blijste mensen zijn in Sportcentrum De Bengelen vanavond, of niet? Zo is dat Jeroen, helemaal waar. We zijn gegroeid als enige zittende partij, gewoon naar 2 zetels, het is geweldig. Ja, wat betekent dat, het Nederweerter VVD-geluid in de gemeenteraad? Waar zaten al die mensen de afgelopen 4 jaar op te wachten, Jorik? Op dat we werken aan een sterke lokale economie, dat we werken aan veilige straten en ook de manier van politiek bedrijven, constructief op inhoud, maar ook kritisch. Ja, en dat betekent dat je de komende 4 jaar iemand naast je hebt zitten. Zeker, ja, geweldig. Dat is Marijn Teunis, onze nummer 2. En dat is heel goed nieuws. Krijgen we ook verjonging in de raad. Iemand die midden in de gemeenschap staat en gewoon volle bak energie aan de slag wil. Ook de afgelopen 5 jaar ons vanuit de zijlijn heeft gesteund. En dan is het hartstikke mooi als iemand ook de kans krijgt om het raadslidmaatschap te vervullen. We hebben hier al eens eventjes de vrijheid genomen om met zetels te gaan spelen. Dat zul je in je hoofd misschien ook al gedaan hebben. En nu waren jullie natuurlijk de afgelopen 4 jaar met het CDA in de oppositie. Als ik het zo zie, met z'n tweeën, jullie komen al een heel eind, hè? Ja, dat klopt. We hebben de afgelopen 4 jaar constructief oppositie gevoerd. Uiteindelijk zit je in de politiek omdat je graag een bijdrage wil leveren aan Nederweert. En daar schrijf je ook een programma voor. Daar ga je ook met inwoners en ondernemers in gesprek. En ja, met zo'n uitslag. De Nederweerter VVD is er klaar voor om weer coalitiepartner te zijn. We zijn constructief en ook in de samenwerking en in de verbinding. Daar gaan we voor. Dat is onze inzet. En we zijn er klaar voor. Ja, gaaf. Terug man. In het college. Ja, heel, heel gaaf. Dat is voor jullie een doel om een wethouder te gaan leveren? Nou, deze uitslag die laat dat zien, hè, Jeroen. Dat een wethouder leveren, dat gewoon kan. Dat er ook de bedoeling is. Daar hebben we ook hard aan gewerkt de afgelopen jaren. Want als wethouder kun je namens het college ook een stempel drukken op Nederweert, de goede dingen doen. Waarom? Daar zijn we de verkiezingscampagne mee begonnen. Dat mensen hun buurt goed blijft en beter wordt. Wat ik zo tof vind, en dat wil ik je toch even meegeven. Bijna alle partijen die voor de camera staan, die zijn dan allemaal nog een beetje voorzichtig. Ja, we gaan zaterdag eerst een kop koffie drinken. Maar jullie, en dat zien we dan wel weer. Maar jij spreekt gewoon uit, luister, linksom of rechtsom, wij willen hier een wethouder leveren. Dat geeft wel aan van, joh, wij willen vooruit en wij willen meteen gas geven. Vind ik tof. Ja, graag gedaan. Dankjewel. En datzelfde verhaal zullen wij ook aanstaande zaterdag met andere partijen delen. En natuurlijk, hè, er zal nog een samenwerking plaats moeten vinden. We zullen nog elkaar eens goed in de ogen moeten kijken. En ook even de verkiezingsprogramma's naast elkaar leggen. Maar 1 ding is helder. Nederweert of VVD is er klaar voor. We hebben een goed team. We hebben een goed verhaal voor de toekomst van Nederweert. En we gaan daar vanaf morgen keihard mee aan de slag. Wordt het een lange avond, nacht nog? Of is zo meteen oogjes dicht en naar Grand Café het mandje? Nee, wij trekken nog een pils op, Jeroen. Zeer zeker. Overwinningen moet je vieren. Zo is dat. Dan drink ik hier een lekkere kop koffie op jullie. Jorik, maak er nog een hele leuke avond van. Dankjewel dat we hier nog even mochten spreken. En doe ook de groeten aan de rest van de fractie. Dankjewel, Jeroen. Dankjewel. Hoi. Hoi. Jorik Fransen uit Nederweert, dus de Nederweerter VVD, die gezellig met elkaar nog een pilsje opentrekken op de overwinning. Een flinke stap hebben zij gemaakt met een zetel erbij, verdubbeld. En zoals ik met Lars, onze data koning, al even besproken had, zij zouden dus samen met het CDA al echt een heel eind kunnen komen richting de coalitie. Nou, dat is allemaal nog ver weg. Je merkt dus dat alle partijen overal de overwinning aan het vieren zijn. Of dat ze daar nog even mee wachten. En iemand die, ja, denk ook wel een beetje neutraal, misschien ook wel met spanning mee zit te luisteren op zo'n avond, is de burgemeester Raymond Vlekken van Weert. Goeie avond, goeie nacht. Ja, goeie avond, goeie nacht. Ja, is maar hoe je het bekijkt, ja.
Ja, hoe is dat zo'n dag? Is dat spannend? Is dat neutraal? Welke emoties komen daarbij kijken? Ja, op z'n eerste plaats is het weliswaar neutraal, maar er zit ook wel spanning dat je altijd hoopt dat er een goede opkomst is. En die opkomst is namelijk van belang om een goede verdeling te krijgen, ook van zetels, wat een weerspiegeling is, wat binnen die Weertse gemeenschap leeft en speelt. Ja, ja, je ziet gewoon een landelijke trend. Je ziet een landelijke trend dat gewoon, ik had gehoopt toch wat meer kiezers te kunnen trekken naar de diverse stembureaus. Maar ik zie in landelijke polls zie ik hetzelfde gebeuren. Dus misschien hebben we daar ook weer een taak als openbaar bestuur om die kiezer ervan te overtuigen. Ik heb dat met allerlei Facebook posts proberen te doen. Om maar te zeggen, laat uw stem niet verloren gaan, want die kan er net het verschil uitmaken. Ja, hoe valt dat dan? 45% opkomst is natuurlijk niet heel hoog. Hè? En ook inderdaad landelijk is die trend er. Maar ja, je hoopt dan denk ik stiekem toch, laat het alsjeblieft iets meer zijn. Dat is zo. Gewoon feit is dat ik gehoopt had dat het meer zou zijn geweest. Maar ik denk dat het zowel voor mij als burgemeester, maar ook voor de nieuwe gemeenteraad, is het ook een signaal. Zodat we de communicatie met onze burgers nog steviger moeten gaan oppakken. En ik denk dat dat een van de zaken zijn die ze ook binnen een coalitievorming moeten bespreken. Ik zal er in ieder geval ook zelf vanuit mijn kant aandacht aan gaan besteden. Ja, is dat nou nog spannend? Je bent natuurlijk in mei begonnen. Dan krijg je een groep mensen bij elkaar. En dat is de gemeenteraad van Weert. Daar raak je net een beetje aan gewend. En nou vanaf over een paar weken zitten daar allemaal nieuwe mensen. Is dat dan nog spannend? Nou, deels is dat spannend, deels niet, want er komen ook nieuwe mensen, dat is ook goed. Dat hoort ook bij een lokale democratie, van verjonging, vernieuwing. Maar je wilde ook dat een stukje know-how niet verloren gaat. Ik denk dat dat hier vanavond ook heeft gesproken. Daar ben ik dus heel erg positief over. En ja, het is natuurlijk voor een burgemeester past hier nou terughoudendheid. Want het gaat nu vooral om hoe de partijen nu met elkaar de gesprekken ingaan om tot een goede coalitie te komen ten behoeve van de gemeente Weert. En degenen die dadelijk niet tot de coalitie behoren, die horen daar net zo goed bij. Want die vormen samen met het nieuw te vormen college, vormen die het gemeentebestuur. En we zijn met z'n allen het gezicht van Weert. Ja, en ik denk als jullie dat zo op de manier oppakken zoals dat de laatste maanden is gebeurd, dat dat een positieve gang van zaken is. Althans, als ik er mijn eigen mening even op los mag laten. Wij waren hier in de studio nog eens eventjes aan het denken. Er komen wat zetels bij. Zijn er hoe moet ik me dat voorstellen? Worden er nieuwe tafeltjes besteld? Worden die in de ronding erbij gezet? Komen mensen erachter? Het is helemaal opgelost al. We hebben het met minimale financiële middelen kunnen bijpassen. We hebben ergens aan de achterkant een stukje weggenomen, hebben we er tussenin gezet. Daar waar het sprekergestoelte is, we hebben een kleiner sprekergestoelte teruggekregen. Die hebben we zelfs op wieltjes geplaatst. Dus laat ik het zo zeggen, die missie is al geslaagd door met minimale financiële middelen dat helemaal klaar te spelen. En ik denk dat wat ik nu heb gezien, iedereen tevreden is. Dus we kunnen in de bekende kring blijven zitten, de bekende cirkel, zoals dat geworden werd, waar we met z'n allen dan ook kijken op het mooie tapijt waar waar Weert op te zien is. En daar doe je het voor met z'n allen. Ja, gaaf. Nou ja, ga lekker de indrukken die vanavond zijn opgedaan lekker verwerken. Nog even fijn met wat winnaars en verliezers in gesprek. Maak er nog een hele leuke avond van. Zo is dat. En vier het feestje van de democratie. Zo is dat. En ik wil jullie danken voor de medewerking die jullie ook verleend hebben om dat feestje van de democratie nog meer in de huiskamers te brengen. En wellicht dat over 4 jaar tot nog hogere kijkcijfers zal leiden, maar ook hogere opkomstcijfers. Dank daarvoor. Ja, daar werken we hard voor. En als de mediaomroep van het Weerteland zijn wij er over 4 jaar ook gewoon weer bij. Dankjewel burgemeester Raymond Vlekken. Fijne avond nog. Ja, u ook dan. Dankjewel. Fijne avond nog. Hè? Goed zo, dankjewel. En dan hebben we dat gehad. Ga ik heel eventjes, want het is een lange avond. Ik ben al 2 uur en een kwartier tegen mezelf aan het praten. Ga ik heel even vragen aan de regie. Hadden we nou nog iemand klaarstaan? In Nederweert hebben we iemand klaarstaan. Ah ja, ja, inderdaad. Marcel Vossen, je moet mij alsjeblieft dit vergeven. Ik schakel graag naar je jongerenkoor Nederweert. Marcel Vossen, hallo, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Ja,
Voor jou is het een zware avond en voor ons ook. Ja, nee, inderdaad. 1 zetel achteruit. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat wij nog steeds de tweede grootste partij van Nederland zijn. Dat ontzettend veel mensen op ons gestemd hebben. Maar je ziet in de rest zetelverdeling dat het net anders valt. Ik zelf heb ooit gezegd van ja, meer partijen erbij, dat is welkom, want dat is meer democratie. Ja, nou nekt ons dat, zou je kunnen zeggen. Maar aan de andere kant moet je zo niet denken. Je moet denken van ja, we zitten nou met 6 partijen dadelijk in de gemeenteraad. En dan toch die kleur lokaal, die kun je dan ja, vanuit al die partijen kan er toch wat meer geboden worden. Ik zie nou al heel erg uit naar die coalitievorming, want ik vind het wel heel erg interessant, omdat er zoveel partijen op een restzetel hebben gezeten. Ja, hoe we dan toch ja, tot nieuwe afspraken komen met elkaar van ja, hoe dat college vormgegeven wordt. Oude college, ja, de oude coalitie, ja, dat gaat niet meer door. Dat was wel duidelijk als je vanavond meekeek. Maar ik denk wel dat wij met het aantal stemmen en ook de percentage wat wij gehaald hebben, wel degelijk een partner zijn die wil aansluiten daarin. Ja, als ik kijk, bijvoorbeeld die daling die Nederweert anders nu gemaakt heeft. Hou je daar van tevoren nog rekening mee dat dat ook een reële optie is of totaal niet? Nou, dat is nou niet de eerste ding waar ik aan denk, nee. 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 Gaan we natuurlijk zien, hè? Zo werkt dat, maar dat is nou niet de eerste gedachte die met mij opkomt om die bocht te maken naar die kant, nee. Nee, als je zo'n dag als vandaag dan hebt gehad en al die stemmen komen binnen en je hoort waarschijnlijk ook van mensen dat ze jouw bolletje hebben ingevuld. En dan heb je zo'n leuke avond. Wat is nou de eerstvolgende stap? Is dat zo meteen nog een paar biertjes drinken en dan morgen in gesprek met elkaar? Of hoe ziet voor jullie het vervolg eruit? Nou, het vervolg, in het eerste uur gebeurt er heel veel hè, in je hoofd. Met de partij, met de mensen, praat heel veel. Maar ik denk wel dat je heel snel ja, gewoon eigenlijk duidelijk krijgt van, nou moet je eens kijken, we zijn onze ja, oude lijsttrekker Henk Kuipers, die is 3 jaar geleden overleden. En we dachten, ja, hoe gaan we dat opvangen? Hè? Die had ook meer dan 1000 stemmen. En daar zijn we wel echt in geslaagd. Dus we kunnen ook zeggen van, we hebben ook een partij met wat nieuwe leden, wat nieuwe mensen. En vanavond waren we eigenlijk daarmee bezig. Van, we willen een nieuwe steunfractie gaan neerzetten, die ook gewoon al meteen een verschil gaat maken. We hebben een hele grote fractie dadelijk, een steunfractie ook erbij. En misschien kleiner in de raad, maar groter in de achtergrond. En wat we ook geleerd hebben, nou, ja, we moeten nog meer in die kernen staan, nog meer in die kernen zichtbaar zijn, om ons geluid als Jan daar ook nog meer zichtbaar te maken. En dan gaan we de komende 4 jaar voor aan de slag. Dus. Ja, mensen kunnen in ieder geval niet om Jan heen. Absoluut niet. Of zoals ik het maandag uit jouw mond hoorde, Jan. Ja, maar ik denk dat wij ook wel sinds 1970 echt een begrip zijn in Nederland. Zie je ook een aantal stemmen, een aantal zetels wat we halen. Kijk, dat je restzetel nou naar de andere kant valt, dat is zo. Maar ik voel me heel erg gesteund. Ook dat het aantal stemmen dat ik persoonlijk heb gehad, maar ook wat Carla Dieter heeft gehaald, voelt de nummer 2. Ja, en daar zie ik gewoon dat mensen het wel eens zijn met de kant die wij in moeten gaan. Alleen ja, je ziet ook wel, wij hebben jaren oppositie gevoerd en dan doen we mee in een coalitie. En dat daar zaken niet altijd lekker lopen, dat ook een weerslag heeft op het aantal stemmen wat wij halen. Ja, dat is duidelijk. Ja, nou ja, ook dat is politiek toch? Dat is politiek. Gaat er zo meteen nog een lekker drankje? We gaan ons doen de komende 4 jaar, dus voor de mensen die wel op ons gestemd hebben. En ja, ik heb er ook heel veel zin in. Ik heb echt heel veel energie om daar volop aan de slag te gaan voor al die mensen die vandaag op ons gestemd hebben. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, mag ik je een hele fijne avond wensen? Gaat er nog een drankje gedronken worden? Nou, ik denk nog meer dan 1. Dus we gaan toch nog een klein beetje vieren. Ondanks dat we restzetel niet naar ons is gegaan. Maar ik denk wel dat we heel trots zijn op het aantal zetels wat wij in Nederweert bouwd hebben. Ik denk dat je in Jorik Fransen een juiste partner hebt gevonden om nog een drankje te drinken. Hey, fijne avond nog en ga lekker genieten. Dankjewel Jeroen. Oké, hoi. Ik schakel meteen door naar het gemeentehuis in Weert. Daar is Martijn van de Heuvel namens Weert Lokaal de grote winnaar van de verkiezingen in Weert. Martijn, goedenavond. Goedenavond Jeroen. Ja, ik hoor het ons nog zeggen. Ja, er is nog maar 30% van de stemmen binnen. We moeten ons nog niet te rijk rekenen. Nu is alles binnen en mag je jezelf rijk rekenen. Gefeliciteerd.
Ja, ja, dankjewel. Ja, fantastische uitslag. Voor ons is weer het lokaal natuurlijk behoud van die 12 zetels. Tenminste, zoals het er nu naar uitziet met de voorlopige tellingen. Ja. Neem eens even mee naar het moment dat net de totale uitslag bij jullie op het podium bekendgemaakt werd. Ja, ja. Ja, dat was een mooi moment. Ja, we sprongen toch wel een klein gat in de lucht, zal ik maar zeggen. Want ik vind het een hele prestatie dat we van 12 zetels, ja, dat we die kunnen behouden. Ja, ik denk ook als ik bij mij in de omgeving keek, dat heel veel mensen inderdaad ook zeiden, ja, weer lokaal, die gaan wat verliezen. Die lopen wat naar achter en dan toch kunnen behouden. En heb je goed je best gedaan, Martijn? Ja, ik niet alleen. Hè. Ik bedoel, dat hebben we eerder in een interview ook al gezegd. Hè. Ik ben niet de enige die Geert kan vervangen. Dat hebben we met een hele mooie lijst gedaan. Dus ik ben morgen ook benieuwd naar de individuele uitslagen van de raadsleden en wie er ook inkomen, ook bij andere partijen. En dat, ja, ik ben super benieuwd. Ook naar wat iedereen heeft gehaald. Ja, jullie zijn in ieder geval in de driver's seat, zoals dat zo mooi heet, om de gesprekken aan te gaan met andere partijen. Speelt het dan nu al in je hoofd? Gaat dat al rond van ja, wat zouden we dan willen? Of is het vanavond echt nog gewoon feesten? Nee, ik heb altijd wel gezegd van laten we eerst de uitslag maar eens even afwachten. Ook van de andere partijen natuurlijk. Ja. Ik bedoel, een andere lokale partij dus heeft ook gewoon een mooie uitslag neergezet. En er zijn andere winnaars ook vanavond. Ook die wil ik feliciteren natuurlijk. GroenLinks natuurlijk als nieuwe partij erbij. D66 die ook een zeteltje wint. Dus ja, we gaan gewoon kijken wat... En dat doen we met z'n allen. En dat is ook echt Weerts. Gaan we kijken hoe iedereen de verkiezingen heeft beleefd. En hoe we verder kunnen. Ja, gaaf zeg. Betekent in ieder geval waarschijnlijk dat je de komende 4 jaar nog lekker hier in het gemeentehuis kan blijven zitten. En je ding voor Weert kan blijven doen. Ik kan me voorstellen dat vanavond nog gezellig even samengezeten wordt. Ja, we mogen dadelijk het stadhuis verlaten. Maar we gaan nog even een deur verder, denk ik inderdaad. Ik denk dat het wel gevierd mag worden. En morgen gaan we weer gewoon verder. En dan gaan we kijken hoe we dat gaan aanpakken. Kijk, want het hoeft niet per se een coalitie te zijn. Hè. We hebben ook nu een raadsprogramma bijvoorbeeld gemaakt. En dat deden niet alle partijen aan mee. Dat was misschien wel jammer. Maar misschien dat we die poging nog een keer wagen. Maar dat gaan we met alle partijen gaan we dat bespreken. Wat de beste oplossing voor Weert is. Hoe ziet dat eruit? Want ik weet in Nederweert, daar gaan ze zaterdag met alle partijen die een zetel hebben, gaan ze een kop koffie drinken om eens even de uitslag te duiden en met elkaar te bespreken. Is er zoiets bij jullie in Weert? Is dat er ook? Of is het gewoon, jullie zijn nu aan zet en partijen moeten maar even wachten tot Martijn in de telefoon klimt? Nee. We gaan morgen een datum bepalen waarop we met alle partijen bij elkaar komen inderdaad. Net zoals in Nederweert. En dan gaan we ook even evalueren hoe iedereen zich voelt zeg maar, na de verkiezingen. Wat iedereen ook de ambitie is en hoe het proces verder gaat lopen. Informateur, wel of niet, moet die extern zijn vanuit intern. Dus dat zijn allemaal vragen die aan iedereen gesteld worden. En als het goed is, komt daar een gemededeler uit en kunnen we verder. Nou leuk, Martijn, dankjewel. Maak er een hele fijne, leuke avond van. Ga samen genieten en we spreken elkaar op een later moment. Super, dankjewel Jeroen. Fijne avond. Dag Martijn, hoi. En dan schakel ik hier in de studio naar Lars van der Werf. Lars, ik had alle vorige keren een idee wat je me kwam vertellen. Ik heb op dit moment geen idee wat je te vertellen hebt. Maak me gek. Nou, het verrast mij ook wat ik je kan vertellen eigenlijk. In Nederweert waren ze ontzettend snel met tellen. Daar kwamen we al achter. Het was binnen de kortste keren dat we konden zeggen, we hebben de definitieve uitslag al te pakken. Nou goed, In Weert verraste me dat eerlijk gezegd ook al, tot we niet tot diep in de nacht doorgingen. Ja. Ze hebben ons net de kandidaatsuitslag al doorgestuurd. Dat betekent dat de tellingen op kandidaatsniveau ook al er doorheen zijn gewerkt. En dat betekent zelfs dat we kunnen zeggen welke poppetjes op de stoelen gaan zitten in Nederweert. Vergeef me even dat we dat niet op een mooie manier op de stoelen hebben zitten. Maar we hebben het lijstje compleet. Dit lijstje hebben wij doorgekregen van de gemeente Nederweert. Althans, de telling die zij nu hebben gedaan. Mm-hmm. Let op, er staat blauw met voorkeur. Dat betekent die licht dik gedrukte letters. Dat zijn de voorkeursdrempels die overschreden zijn. Ja, dus mensen die een bepaald aantal stemmen hebben gehaald, waarvan wordt gezegd, als je dit aantal stemmen haalt, maakt het niet uit wie er bij jouw partij meer stemmen heeft gehaald dan jij zelf, dan mag jij sowieso de raad in. Exact. En als je voor de analytische onder ons, rechtsboven staat die berekening die ze daarop loslaten. Okay. Althans de drempel die ze daarop vinden. Mm-hmm. Dit vind je uiteraard compleet op de website van Nederweert, nederweert.nl/verkiezingen. Maar dit is het lijstje wat namens Nederweert naar ons toe werd gestuurd. Je ziet de 6 stoelen van het CDA. De 4 van Jan van Jongerenakkoord Nederweert. Met inderdaad Marcel Vossen trots naast Carla van Dieteren, Kevin Baks en Karin Sieben.
Nou goed, de andere namen, Nederweert Anders, D66, VVD, allemaal twee stoelen. Eentje voor GroenLinks, Marieke Manders, die we gisteren of maandagavond zagen op het lijsttrekkersdebat van Nederweert. Dit zijn volgens nu de namen die de stoelen gaan bezetten in Nederweert en daarmee dus ook de gemeenteraad vormen van Nederweert vanaf 2022. Het verrast ons, maar het lijstje is compleet. Ja, als ik dit zo zie, wat ik bijzonder interessant vind, is dat Marieke Manders in er eentje meer stem heeft gehaald dan Ria Stine voor Nederweert Anders, die toch de afgelopen jaren wethouder is geweest. Dat vind ik een hele interessante om te zien. Ik zie Marcel Vossen en Carla Dieteren bij het jongerenkoor Nederweert allebei evenveel stemmen gehaald. Wat best een prestatie is. Ja, dat vind ik ook heel leuk. Mooie uitslag. En wat fijn dat we dit al zo snel ook kunnen zien. En Nederweert, die verdienen wel een lintje hoe snel ze geteld hebben vandaag. Ik moet zeggen dat ik het erg knap vind. Er zijn inderdaad natuurlijk ook wat lagere getallen die je ziet. Bijvoorbeeld bij Mark Hoepen, die maar 51 stemmen heeft. Of Marijn Teunissen, die op 55 zit, zo te zien. Maar goed, dat zijn natuurlijk niet de aantallen waarvan je denkt, daar gaan we uren overheen doen. Misschien ligt dat ook wel een beetje aan de opkomst. Natuurlijk is die in Nederweert wel volgens mij iets succesvoller geweest dan in Weert ten opzichte van de voorgaande jaren. Maar goed, dit is sowieso van Nederweert fantastisch. Tot alle vrijwilligers en mensen die daar hebben gewerkt, zo snel die lijst compleet hebben gemaakt. En ik ga ervan uit dat ze de komende tijd misschien nog wel een hertelling, definitieve telling, dat soort tellingen zullen doen. Maar vooralsnog, de lijst van Nederweert gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ja, gaaf. Dankjewel, Lars. Helemaal top. Was het dit of zie ik je nog een keertje terug? Nou, ik durf eigenlijk wel te gokken dat voor Weert die lijst nog niet compleet zal zijn. Dat is natuurlijk een veel grotere telling als je dat in perspectief plaatst. Ik denk dat we voor Weert vooral heel blij mogen zijn dat we zo vroeg op de avond, waarbij de meeste mensen nog wakker zijn op het late tijdstip, mee hebben kunnen krijgen wat de definitieve verdeling is in Weert. En dat we voor Weert waarschijnlijk morgenochtend of iets dergelijks of morgenmiddag ook die lijst zullen zien. Helemaal goed, Lars. Dankjewel. Jij ook? Ja, super. En dat betekent dat langzaamaan de avond op zijn einde loopt en we nog een keertje gaan kijken naar wat is nou de verdeling van de stemmen en hoe komen de zetels, de zetelverdeling eruit te zien in de beide gemeenteraden. Ze zijn dus definitief, daar hebben we een klap op gegeven, Weertlokaal, 12 zetels, de grootste partij in Weert, dus Weert is de tweede partij in Weert. Zij halen 6 zetels erbij, CDA 4 zetels, de VVD 5 zetels, D66 2 zetels, de Partij van de Arbeid blijft hetzelfde, 1 zetel. En GroenLinks, nieuwe partij in Weert, hebben 1 zetel erbij. Van 0 naar 1, dus dat is altijd leuk. Dan de definitieve uitslag uit Nederweert, daar is het CDA het grootste. Die mogen met 6 stoeltjes de gemeenteraad in. Het jongerenakkoord Nederweert heeft er 4, is daarmee de tweede partij. Marcel Vossen van jongerenakkoord Nederweert spraken we net. Nederweert Anders 2 zetels, D66 2 zetels, de VVD eentje meer, 2 zetels. Hart voor Vrijheid heeft het in Nederweert net niet gered, 0 zetels. En GroenLinks in Nederweert ook knap, 1 zetel vanuit het niets. Dat betekent dus het GroenLinks geluid in beide gemeentehuizen zichtbaar en hoorbaar. En dat betekent dat we hier vanuit de studio er een einde aan gaan breien. Ik u van harte wil bedanken voor het kijken. WLFM is de plek waar je ook de komende maanden na de verkiezingen nog gewoon terecht kunt voor het nieuws uit Weert en Nederweert. WLFM.nl is de plek waar je dit alles gaat terugzien. WLFM.nl is dat. En voor nu kijk ik op de klok. Zie ik dat het 12:30 is. Zeg ik een welterusten. En voor de mensen uit beide gemeenteraden waar nog een klein feestje gevierd wordt, maak er nog een fijne avond van. En dan heb ik hier altijd al op willen wachten. Live vanuit de studio van WLFM. Fijne avond.